Thank you. Thank you for playing. Ze gaan later op de avond nog een keer een paar liedjes voor ons spelen. Welkom iedereen. Mijn naam is Jorenne Hooy. Ik ben voor vanavond de moderator van deze bijeenkomst. Ik heet iedereen nogmaals welkom en ook de sprekers en de paneleden. Ik ga jullie, wanneer we zo beginnen, goed introduceren. Maar we hebben vandaag een hele ambitieuze programma met twee panels en twee verschillende paneleden. Dus ga ik van wal. Want vanavond gaan we het hebben over de recent uitgebrachte onderzoek die met onderbouwde cijfers laat zien wat de bijdrage en profijt van de transatlantische slavernij is geweest voor de Nederlandse en Amsterdamse economie, als ik het zo mag zeggen. Dit onderzoek, zoals jullie allemaal weten, heeft heel veel de afgelopen periode in het nieuws gestaan. En de onderzoekers gaan ons vandaag meenemen in hun bevindingen. Ik wil naar voren halen de twee keynote speakers, Pepijn en Ulbe. Pepijn Brandon. Pepijn Brandon is historicus en assistentprofessor bij de Vrije Universiteit van Amsterdam en senior onderzoeker ook bij IISG. Ulbe Bosma is hoogleraar internationale coöperatieve sociale geschiedenis aan de VU, een hele mond vol. Ik wist niet dat dat bestond, maar goed. Aan de VU en is ook senior onderzoeker bij het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis, IISG. En jullie nu de vloer. Ik moet heel strak letten op de tijd, dus jullie hebben 25 minuten om ons mee te nemen in jullie prachtig onderzoek. Dankjewel, Jeroen. Oké, ben ik goed verstaanbaar zo? Oké, dankjewel. Sinds Pepijn vorige week, en ik lees het verhaal voor, want er zitten heel veel getallen en feiten in, en ik wil dat liefst zo goed mogelijk voordragen. Dus vandaar, normaal spreken we gewoon uit ons hoofd, maar nu even vanaf papier vandaag. Sinds Pepijn vorige week woensdag het artikel van ons presenteerde, wat overigens open access beschikbaar is. U kunt het gewoon, het is uitgegeven door het Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis. U kunt het allemaal vrij downloaden. Er zijn inmiddels, ik dacht, iets van 1300 exemplaren gedownload. Dus dat gaat heel goed voor het tijdschrift. Sinds dat artikel is gepresenteerd is er een enorme en ook zeer verheugende aandacht geweest van de Nederlandse pers. En ook de internationale pers, tot aan LPI's aan toe. Een aantal hoofdzaken uit dit artikel zal bij medegeen bekend zijn. Vandaag willen Pepijn en ik wat langer stilstaan bij onze conclusies en ze ook van een context voorzien. En willen graag Pakhuizen Zwijger bedanken voor deze gelegenheid. En we kijken uit naar de discussies vanavond. Nou, de rolverdeling tussen Pepijn en mij is de volgende. Ik loop de conclusies langs en vertel iets over de insteek en de opzet van het onderzoek. En Pepijn gaat wat dieper in op de historische context van onze conclusies. Hij gaat in op de vraag hoe we deze moeten lezen. Om te beginnen de conclusies. Nou, eens even kijken of dat gaat werken. Ja, dat werkt fantastisch. In het jaar 1770, dat ziet u bovenaan staan, in het jaar 1770, dat wij als pijljaar hebben gebruikt, kwam 5,2% van het bruto binnenlands product van Nederland voort uit de op Atlantische slavernij gebaseerde activiteiten. Ons is een aantal keren gevraagd, wat is nu 5,2%? En ons antwoord luidt dan steeds, denk maar aan de Rotterdamse haven of Silicon Valley. Beide maken ruim 6% van de Nederlandse, respectievelijk de Amerikaanse economie uit. Qua omvang dus ietsje groter dan de activiteiten waar wij het in ons artikel over hebben. Nou, als je de haven van Rotterdam of Silicon Valley van de ene dag op de andere dag zou sluiten, zou de economieën van Nederland en de Verenigde Staten een enorme klap krijgen. Maar er is nog meer wat we te melden hebben. Holland is de machtigste en de meest dynamische provincie. Dat was in de 18e eeuw zo, dat is nu nog steeds zo. En hier ligt het cijfer zelfs op 10,36%. En in de piekjaren bedroeg het aandeel van de op slavernij gebaseerde economie in deze provincie zelfs 15%.
De vergelijking met de Rotterdamse haven en Silicon Valley maken we niet alleen omdat iedereen zich gemakkelijk iets kan voorstellen bij het gewicht van deze sectoren. Het gaat ook om hele dynamische sectoren met een grote uitstraling naar de rest van de economie. Het zijn motors van economische groei. Nou, precies zo zat het met Atlantische slavernij gebaseerde activiteiten in de 18e eeuw. Zij vormden samen het meest dynamische deel van de Nederlandse economie in de tweede helft van de 18e eeuw. En ook dat laat zich met cijfers onderbouwen. Tussen 1738 en 1779 werd 40% van alle economische groei in Nederlands rijkste provincie Holland gegenereerd in op Atlantische slavernij gebaseerde activiteiten. We hebben het hier dus over een echte economische motor. We gaan in ons artikel uitgebreid in op de keuze voor het jaar 1770. Er is ook wat discussie over geweest in de pers overigens. We laten zien dat dit jaar voor de tweede helft van de 18e eeuw een representatief jaar is. Er waren jaren dat het gewicht van op slavernij gebaseerde activiteit in het bruto binnenlands product van Nederland lager lag. Maar er waren ook zeker jaren waarin het hoger lag. Kortom, 1770 is een doorsneejaar voor de tweede helft van de 18e eeuw. Het grootste profijt dat Nederland trok uit de slavernij kwam niet voort uit de slavenhandel, maar uit de handel, verwerking en export van producten die het tot slaaf gemaakten produceerden op de plantages. De producten kwamen niet alleen uit de Nederlandse kolonie, maar ook bijvoorbeeld uit Saint-Domingue, het huidige Haiti. Deze producten werden weer verwerkt en verscheept naar Duitsland, het Baltische gebied en Zuid-Europa. Nederland was op het Europese vasteland, dat is denk ik een heel belangrijk punt om te onthouden. Nederland was op het Europese vasteland een knooppunt van handel en verwerking van producten uit het Atlantische gebied. De stroom van suiker, koffie, tabak, katoen, indigo en cacao, die op deze manier door Nederland ging, representeerde in waarde uitgedrukt maar liefst 19% van alle handel die in het jaar 1770 de Nederlandse havens in en uitging. Tot nog toe heb ik uitsluitend gesproken over geld en goederen. Want ons onderzoek ging over de economie van de Republiek. Maar achter deze getallen, laten we dat benadrukken, kunnen we wel degelijk de menselijke factor zien. Want hoeveel arbeid was er nu eigenlijk nodig om deze stroom van producten voort te brengen? In het jaar 1770 moesten er door 120.000 mensen het hele jaar door in slavernij worden gewerkt op de plantages. En op dat moment telde de totale beroepsbevolking in Nederland zelf op zijn hoogst 1 miljoen mensen. Dus hier zie je de verhouding al een beetje terugkeren in termen van menselijke arbeid. 5,2% van het bruto binnenlands product. 10% van Nederland, 10,36% van Holland en 120.000 mensjaar arbeid in slavernij. Dat is in één zin de conclusie van ons onderzoek. En aan die conclusies is veel werk vooraf gegaan. Onze bevindingen zijn gebaseerd op een 5 jaar durend onderzoeksproject aan het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, de Vrije Universiteit en de Universiteit Leiden. Gerhard de Kok onderzocht de Middelburgse Commercie Company, dat is de slavenhaler. Tamire Kombrink dook in de wereld van suiker, koffie en tabak. Pepijn en later Karen Lurving keken naar de financiën, verzekeringen en logistiek. De berekening van het gewicht van slavernij en het bruto binnenlands product is vooral door Pepijn gedaan. Vervolgens hebben we buitenlandse en Nederlandse experts gevraagd om het hele artikel grondig van commentaar te voorzien. De berekeningen moesten kloppen. De aannames moesten reëel zijn. Het onderwerp is te belangrijk om niet alles uit de kast te halen om met een solide resultaat te komen. En ik laat nu een kort fragment zien van die expert meeting, als het goed is. Het is ook niet zo vreemd dat slavernij zo belangrijk was. Dit gaat iets te ver. Het is ook niet zo vreemd. Wat is er, Max? Wat is... Ja, pak je hem even op 5 minuten 48. Het is ook niet zo vreemd dat slavernij zo belangrijk was. In de loop van de 18e eeuw zagen heel veel sectoren van de Nederlandse economie in of stagneren ze. Ondertussen steeg het gewicht van de Atlantische handel exponentieel. Wij hebben berekend dat in 1770 20% van alle goederen die door de Nederlandse haven stroomden geproduceerd werd. Dan maar door naar het volgende slide.
Sorry. We hadden dus graag willen laten zien een beeld van onze expertmeeting, waarop professor Jozef Inikori, Carmen Imako, professor Sven Beckert een visie gaven op het onderzoek. Het onderzoek heel kritisch bespraken, maar ook aangaven welke verantwoordelijkheid op onze schouders rustte. Want het is niet alleen een onderzoek wat van wetenschappelijk belang is, maar ook van groot maatschappelijk belang. We zijn daar ontzettend blij dat in een dag, dat was in 30 maart afgelopen voorjaar, dat 20 mensen echt het onderzoek gefileerd hebben. En we zijn er nog ettelijke weken bezig geweest om alle commentaren te verwerken. We zijn niet over één nacht ijs gegaan. Het is niet zo dat dit het onderzoek is alleen van deze groep mensen, deze 7 onderzoekers, maar er hebben ook echt experts van over de hele wereld naar gekeken. Dat is één punt. Het tweede punt is, waar de schattingen en aannames gemaakt moesten worden, zijn we altijd aan de voorzichtige kant gebleven. En er is geen onderzoeker met de cijfers aankomen dus tussen een bepaalde brandbreedte. Het is van 4% of 6% of zo. Nee, we zitten aan de voorzichtige kant en we hebben er gekozen om precies het cijfer te presenteren wat uit het model komt rollen, namelijk 5,2%. Ons doel was daarmee te helpen een solide, feitelijk fundament te leggen onder een af en toe felle discussie over het belang van de op slavernij gebaseerde economie. En dat fundament ontbrak tot nog toe. De cijfers die de revue passeerden waren doorgaans gebaseerd op grove schattingen zonder enige serieuze meteorologische onderbouwing. Op bekeken slechts een fractie van alle op slavernij gebaseerde activiteiten. Serieus onderzoek dat wel al degelijk in de jaren 80 en 90 werd gedaan naar de omvang van de plantagesector in de Nederlandse Caribische koloniën werd nauwelijks betrokken op de discussie over Nederland. Daarbij kwam de sterke neiging om economische betekenis van de slavernij te meten aan de omvang van de slavenhandel. Dat valt trouwens niet alleen de Nederlandse historici te verwijten, maar het is een internationaal probleem. Hoe het ook zij, geen enkele berekening die uitgaat van alleen de slavenhandel zal ooit in de buurt komen van een realistische inschatting van de economische betekenis van de Atlantische slavernij. Mensenhandel was slechts de allereerste stap in een groot complex van economische activiteiten. En de grootste winsten voor Nederland werden niet behaald in de slavenhandel, maar kwamen voort uit jarenlange gedwongen arbeid die de tot slaafgemaakte verrichtten op de plantages. En ons onderzoek brengt voor het eerst de complete keten van op slavernij gebaseerde activiteiten in beeld. En legt bloot welke proportie daarvan als toegevoegde waarde terugvloeide in de Nederlandse economie. En die keten liep van de bevoorrading van de slavenschepen in Nederland via de slavenhandel en de Atlantische goederenhandel naar het werk op de plantages, het vervoer van tropische producten naar Europa en de verwerkingen van in Nederland tot aan de export naar het Europese achterland. En dan ziet u hier een paar beelden van de enorme stroom van goederen die dan uit deze kolonie, dus niet alleen de Nederlandse kolonie, naar Europa toe stromen. En dan vervolgens verder vanuit Nederland weer geëxporteerd worden naar Zuid-Europa, naar het Rijngebied en naar het Baltische gebied. Het in beeld brengen van het profijt dat werd getrokken uit slavernij in elk onderdeel van deze keten stelde ons in staat te komen tot nauwkeurige berekeningen voor het economische gewicht van elke afzonderlijke stap. Daardoor konden we niet alleen nauwkeurige uitspraken doen over het totaalpercentage van het bruto binnenlands product dat op slavernij was gebaseerd, maar ook in groter detail zichtbaar maken welke delen van de economie het meest profiteerden. Voor de provincie Holland was dit vooral de grote internationale handels- en transportsector. Hier ging 70% van de totale opbrengsten uit Atlantische slavernij naartoe. Ook de industrie was voor een flink deel afhankelijk van de slavernij. En daarbij moeten we denken aan scheepsbouw en suikerraffinaderijen. Al deze deelcijfers en schattingen die wij daarop baseren worden toegelicht in een 30 pagina's tellende bijlage bij ons artikel. Nogmaals, dat is gewoon vrij downloadbaar. Dit stelt de lezer, het stelt u in staat om onze conclusies kritisch te toetsen. En dat is ook echt een uitnodiging, dat menen we ook echt. De Atlantische slavernij was een gewelddadig economisch systeem dat in de loop van de 18e eeuw een groeiende Europese markt bediende.
Het kon niet bestaan zonder de groeiende aanvoer van gekidnapte mensen uit Afrika en een wreed arbeidsregime. De grootste opbrengsten van deze systematische wreedheid kwamen terecht in het gezichtsbepalende deel van de Nederlandse economie. De internationale goederenhandel, geconcentreerd in handen van de grote handels- en financiershuizen in Amsterdam, Rotterdam en andere steden van Holland. Nederland kende geen vroege industrialisatie, zoals Groot-Brittannië. De kapitalen die werden verdiend aan de slavernij konden daarom niets bijdragen aan de industriële revolutie, zoals Eric Williams voor Groot-Brittannië betoogde. Maar Nederland profiteerde op een andere manier. De Nederlandse betrokkenheid bij de Atlantische slavernij ondersteunde namelijk de economie van een van de meest commerciële samenlevingen in Europa en gaf nieuwe richtingen aan handel en investeringen. En daarbij kunnen we bijvoorbeeld denken aan de Rijnhandel. De slavernij vormt daarmee een wezenlijk onderdeel van de Nederlandse geschiedenis. Laat ik het daarbij houden en aan Pepijn het woord laten over een aantal implicaties van ons onderzoek. Dank u wel. Ja, bedankt Ulbe. Het verhaal dat Ulbe nu vertelde in een andere vorm heb ik zelf de afgelopen week een keer of 100 ook mogen vertellen. En het is, het was opmerkelijk om te zien hoe goed onze conclusies eigenlijk zijn opgepikt. En bijna altijd hing dat rond dat cijfer, 5,2%. En het is misschien gek om te zeggen, maar voor ons is dat cijfer alleen maar de toegang tot de kennis. Het is niet de samenvatting van wat er toe doet. En dat is belangrijk omdat vervolgens de grootste criticus in het publieke debat de afgelopen week natuurlijk eigenlijk alleen maar kon zeggen, ja, 5%, wat is dat nou? Want 95% was dus niet slavernij gebaseerd. Maar een geïsoleerd cijfer als dat, dat zegt natuurlijk niet zoveel. Die opmerking die deed mij denken aan, sommigen van jullie zullen dat kennen, Douglas Adams' Hitchhiker's Guide to the Galaxy, waar hij een verhaal schrijft over de geniaalste wetenschappers van het universum. Die ontwikkelen een supercomputer die moet berekenen wat het antwoord is op de centrale vraag van het leven, het universum en van het alles. En na 1000 jaar rekenen komt die computer tot het antwoord 42. Een cijfer geeft je natuurlijk niet een antwoord op de vraag. Alleen het totaal complex van gegevens waarbinnen dat cijfer valt, doet dat. Daarom is het belangrijk dat we niet alleen maar dat cijfer gaven, die 5,2% van het BBP. En Ulbe zei het al, maar die 5,2% krijgt alleen maar lading door te zien in de meest dynamische provincie van de Nederlandse Republiek, Holland, ging het om meer dan 10%. Het gaat om 19% van de goederen die door de Nederlandse haven stroomden, die gemaakt werden op slavenplantages. Het gaat om 40% van de economische groei tussen 1738 en 1779. En dan krijgt dat verhaal van die kurk opeens een heel andere lading. En ik vond het opmerkelijk dat de heer Emmer, die dus die kritiek geeft over die 95%, één keer specifieker werd en zelf zei, wat zou dan wel gezien moeten worden als de kurk van de economie? Ik citeer hem hier uit het Nederlands Dagblad. De Hollandse handel dreef, dus niet op slavernij volgens hem, maar op graan uit de Oostzee, hout uit Scandinavië, wijn uit het Middellandse zeegebied of haring uit Engeland. En dan denk ik, hoe groot dacht meneer Emmer dan dat die sectoren waren? Maar wij hebben die vergelijking gemaakt. Dus ik heb natuurlijk wat cijfers bij de hand. De hele graanhandel, wel een mogelijke kurk, bracht 3 miljoen aan toegevoegde waarde op aan de Nederlandse economie. De complete Oostzeehandel, waar die graanhandel deel van uitmaakte, maar ook de houthandel, een andere potentiële kurk, 10 miljoen. Aan toegevoegde waarde voor de economie van Nederland. Alleen het handelssegment van de handel in door slaven gemaakte goederen in onze berekening leverde 13 miljoen op aan toegevoegde waarde aan de Nederlandse economie.
eigenlijk de enige zinnige andere opmerking die werd gemaakt is de landbouw. Dat is een belangrijke sector. Nou, dat geldt eigenlijk voor elke economie wereldwijd door de hele geschiedenis. Eerst moet er gegeten worden en pas dan kunnen er heel veel andere dingen gedaan worden. Dus de landbouw is altijd een hele grote economische sector. Voor de provincie Holland bracht de landbouw aan toegevoegde waarde in ons pijljaar 1770 18 miljoen op. Bijna exact hetzelfde bedrag dat tot slaafgemaakte, dat op slavernij gebaseerde productie uit de Atlantische wereld opbracht voor de economie van Holland. Voor de economie als geheel van Nederland is het waar dat landbouw een groter percentage uitmaakte dan op slavernij gebaseerde productie. Maar het gaat natuurlijk niet alleen maar om dat ene percentage. Het gaat ook om de dynamiek van de economie. En dan is het waar dat er eigenlijk maar twee dynamische sectoren waren in die 18e eeuwse Nederlandse economie. Namelijk de landbouw en de Atlantische handel. Maar denk daar één van weg, die Atlantische handel. En dan kan je je voorstellen hoe de hele structuur van de Nederlandse economie daardoor veranderd werd. En er zijn weinig mensen die zeggen, nou, voor de Nederlandse geschiedenis is het niet zo relevant dat Nederland in het verleden een belangrijke internationale handelsnatie was en dat het dat bleef in de 18e en de 19e eeuw. Zonder de koloniale handel in het algemeen en de enorme expansie van de handel in door slaven gemaakte producten uit de Atlantische wereld in het bijzonder, had die positie in de 18e eeuw een enorme klap opgenomen. En dus is het belangrijk om naar het totaal te kijken. Naar het totaal kijken helpt je ook om preciezer te definiëren om welke momenten het dan gaat. We zijn wel gevraagd, waarom concentreer je op de 18e eeuw? Het debat gaat toch over de Nederlandse Gouden Eeuw, de 17e eeuw. En voor een deel berust dat op een misvatting. En ik zal dat proberen uit te leggen. Slavernij was belangrijk voor de expansie van de Nederlandse Republiek in de 17e eeuw. Op allerlei cruciale momenten in die expansie werd slavernij ingezet als strategisch wapen. Overigens in de Oost en de West. De eerste grote kolonie onder Nederlands bestuur, onder VOC-bestuur, in productiekolonie in Oost-Azië, waren de Banda-eilanden, waar geproduceerd werd op slavenplantages. Nederland speelde in die 17e eeuw een belangrijke rol in de ontwikkeling van de wereldslavernij. Wim Klooster in zijn nieuwe boek over de Atlantische wereld heeft het over de Dutch moment in Atlantic history. En schrijft dat in de eerste helft van de 17e eeuw het de Nederlanders waren die verantwoordelijk waren voor de cruciale verbinding die werd gecreëerd tussen de zuidelijke Atlantische wereld, de West-Afrikaanse kust en Brazilië aan de ene kant, en de noordelijke Atlantische wereld, de Cariben en omhoog naar Noord-Amerika aan de andere. Dat allemaal is een belangrijke geschiedenis. Als je puur en alleen kijkt naar bijdragen in het bruto binnenlands product, is het logisch dat die bijdrage het grootst was in de tweede helft van de 18e eeuw. De productie in goederen die door slaven gemaakt werden explodeerde namelijk in die 18e eeuw. Op de achtergrond speelde een essentiële transformatie. Suiker en koffie, de twee belangrijkste op plantage geproduceerde goederen, waren luxe producten aan het begin van de 18e eeuw met een relatief beperkte markt. Aan het einde van de 18e eeuw dronk ook een gemiddelde boer in Drenthe of in het Duitse achterland voor het ontbijt een kopje koffie met suiker, vaak als vervanging van brood en een traditioneel ontbijt. Suiker en koffie werden essentiële onderdelen van het dieet. En daaromheen ontstond een massaconsumptiemarkt. En met die massaconsumptiemarkt was een explosieve groei van de slavenplantages in de Atlantische wereld gemoeid. En dus is het logisch dat we aan het einde van de 18e eeuw spreken over totaal andere grote goederenstromen. Dat geldt niet alleen voor Nederland, dat geldt ook voor Frankrijk en dat geldt voor Engeland. En daarom gaat die internationale discussie over deze periode. En het is gek eigenlijk dat dat in de Nederlandse literatuur zo lang niet zo is opgemerkt.
En wat dat betreft zet ons onderzoek denk ik niet alleen een aantal dingen recht over de geschiedenis van de Nederlandse betrokkenheid bij slavernij, of in ieder geval de economische component daarvan. Het gaat ook over de economische geschiedenis van Nederland in het algemeen, die je niet goed kan begrijpen als je dit centrale element in dat verhaal, deze belangrijke component in dat verhaal, niet begrijpt. En dat onbegrip is des te problematischer en pijnlijker als het gaat om een onderwerp waar zoveel historisch leed aan vastzit. Als jullie even naar boven komen, want ik heb een vraag voor jullie. Ik ga hier staan, want dan ben ik langer dan jullie allebei. Ik ben een van de mensen die het onderzoek heeft gedownload. En ik moet zeggen, ik heb het in één adem uitgelezen. Ik moest afwassen en dat soort dingen heb ik allemaal laten staan. Want ik was erg onder de indruk van hoe jullie dat onderzoek hebben opgezet. Hoe methodologisch scherp het was. Ik ben zelf wetenschapper van huis uit. En hoe gedurfd het was om dit onderwerp op deze manier te onderzoeken. Maar toch had ik een vraag. Want lezende dacht ik bij mezelf, is heel goed onderzoek. Blij dat hij er is. Maar vinden jullie het zelf nu uitputtend genoeg? Heel goed. Nee, natuurlijk niet. Nee, het is een begin. En dat zeggen wij ook eigenlijk al heel erg vroeg in het artikel. Het ging erom om in een situatie waarin alle opmerkingen die er gemaakt worden in dit debat over de economische kant gebaseerd waren op eigenlijk een flinterdun onderzoek, om daar verandering in aan te brengen. En daarmee leg je een soort van baseline aan. En dat is een startpunt voor de discussie. De discussie is wat mij betreft niet beperkt tot een BBP als indicator. Wij gebruiken één type economische indicator. Maar er zijn andere, minstens zo belangrijke economische indicatoren. Hoeveel droeg slavernij eigenlijk bij aan kapitaalvorming in Nederland? Hoe groot was de overdracht van kapitaal uit de koloniën naar Nederland? Allemaal aspecten die ook het soort, dus zelfs als het gaat om alleen maar de economische component, en dat is natuurlijk maar één segmentje van die slavernijgeschiedenis, is dit een beginnetje. Dat bent u ook van mening? Nou ja, ik ben ook heel blij dat er nog meer onderzoekers bezig zijn met dit onderwerp. Wat mij betreft kunnen er nog wel meer worden. Dus ik geloof in de laatste jaren komt het weer op. En dat ben ik heel blij om. Dus we zien onszelf meer onderdeel van een bredere stroom dan een soort van unieke uiting van wetenschappelijkheid op dit terrein. Dus nee, we zijn heel blij als het. En ook met de respons blijkt het gewoon dat het nu gaat leven. Dat is heel belangrijk, denk ik. Mee eens. Aan tafel. Ik haal nu naar voren de paneleden die op jullie gaan reageren. Nancy Jouwe. Nancy is historicus, projectleider Mapping Slavery en initiatiefnemer, neemster van Sporen van Slavernij Utrecht. Mano de Lea. Mano de Lea is historicus en politicoloog en programmadirecteur van de Black Europe Summer School. En Arthur Kibbelaar. Arthur Kibbelaar is jurist en oud-voorzitter van de vereniging Antilliaans Netwerk. Hij zit hier vanavond op persoonlijke titel. Maar ik moet het toch kwijt dat Arthur heel veel buitenlandse ervaring heeft. En hij heeft onder andere gewerkt op Curaçao, in Afrika, in Mali en in Burundi. Welkom jullie allemaal. En ik ga wat vragen aan jullie stellen, dus daarvoor ga ik ook even naast jullie zitten. En eigenlijk zou ik met Arthur willen beginnen.
Wat vond jij? Zou jij even willen reageren op de referaat van beide heren? Dus wat vind je van het onderzoek? En hoe plaats jij deze cijfers in de bredere context van kolonialisme en slavernij in het Caribisch gebied? Als het gaat met name ook om de impact op de regio. Dankjewel. Nou, allereerst wil ik zeggen dat ik natuurlijk niet alleen jurist ben, maar ook geen econoom. Dus ik past mij om bescheiden te zijn. Maar ik wil zeker zeggen dat dit een baanbrekend onderzoek vindt. Ik las net zoals jou het in één adem uit. Ik vond het ook bijzonder helder geschreven. Zeer toegankelijk voor, ik zeg maar even als leek, als betrokken leek. Maar ik vond het baanbrekend omdat ik, denk ik, de noodzaak zie voor Nederland. En ik haak aan dan bij de opmerking die de professor zei over de maatschappelijke relevantie van dit onderzoek, vind ik onomstreden. Het feit niet alleen om de Nederlandse economie te kunnen begrijpen, maar ik denk zelfs om de internationale economie te kunnen begrijpen. En ik kom natuurlijk van Curaçao. Ik denk ook dat als we Curaçao beter willen begrijpen, dat we dit soort onderzoek nodig hebben. Er is veel onderzoek al gedaan. En ik wil alle mensen die daar een bijdrage aan hebben geleverd, er zitten ook mensen in de zaal, geloof ik, die dat hebben gedaan. Maar ik geloof dat dit wel echt een bijdrage is. Ik heb tegelijkertijd wel een vraag. En dat was een beetje door het dilemma van kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Mijn vraag was na het lezen van, gaan we ons niet nu misschien niet blind staren, maar gaan we ons niet verliezen in inderdaad een discussie over de economische relevantie? Mind you, erg belangrijk, zeer wezenlijk voor alle begrip van de huidige verhoudingen, dus niet alleen van toen, maar ik denk ook voor nu, van hoe werkt het systeem en waar zijn we tot, hoe zijn we hier gekomen? Maar ik zie dus wel een dilemma, en daar zou ik graag ook een reactie op willen, van is de discussie, zeker als je naar slavernij kijkt, ook niet een kwalitatieve discussie? En die, de ethische onderbouwing misschien zelfs van economie, want economiecijfers zijn geen cijfers, heb ik begrepen in mijn eerste colleges. Die heb ik zelf, misschien mis ik een beetje. Daar zoek ik nog naar, van hoe gaan we het contextualiseren. En laatste opmerking, en dan geef ik graag het woord terug, is ik denk dat, wat ik van professor Van Dam, ook een denk ik bekende econoom heb geleerd, is dat de economie altijd ook moet worden gezien in het licht van wat heeft het betekend voor de intermenselijke verhoudingen. En mijn belang als Curaçaoenaar en als betrokken zwarte Nederlander hier is, ik zou graag die discussie willen zien van wat dit nu heeft betekend voor de relaties, de intermenselijke relaties binnen de samenlevingen en hoe we dat kunnen transformeren tot een bepaald inzicht wat van beide kanten moet komen. Let wel, op Curaçao, ook in Afrika, maar zeker in Nederland. Hoe gaan we die cijfers nu extrapoleren naar de huidige intermenselijke relaties? Ik vind het een hele mooie punt. En ik had al min of meer zo'n vraag voorbereid voor Mano. Dus ik zou Mano willen vragen om even te reageren op wat Arthur hier zegt. Naast ook een reactie van jou wat je van het onderzoek vindt. En daarna wil ik even of van jou of van je collega daar weer een reactie op horen. Als je Arthur zo hoort, Mano, wat vind jij? Maar zijn vraag is bedoeld voor de onderzoekers, toch? Nee, maar ik hou hem vast. Ik ook hoor. Dus ik krijg ook. Ik weet niet wat ik hiermee moet. Wat vond je van het onderzoek? Ik vind het een fantastisch onderzoek. Ik vind het heel goed gedaan. Het zit ontzettend goed in elkaar. De methodologie is al genoemd. Dus het is een heel erg goed onderzoek. En het is een puzzelstukje van een groter iets. En zoals het vaak gaat met puzzelstukjes, de grotere puzzel is ook interessant om naar te kijken. En als je dit dus in een breder, als je dan kijkt naar mijn idee over het slavernijverleden, want daar hebben we het over, dan zou ik dus een meer een holistische blik nemen, een bredere blik.
En dit, en misschien is dat ook wel de bedoeling geweest van onderzoekers in een later, op een later moment, kijken naar wat nou de echte grotere gevolgen zijn geweest hiervan. We hebben het over een wereldsysteem, een economisch wereldsysteem, wat in principe nog steeds bestaat. We denken koffie, suiker, tabak, het is allemaal bekend. Maar ook de grote implicatie van een, ik als politicoloog, wij noemen dat altijd een core en periphery, een kern en periferie. De onderzoekers hebben het ook over een comparative advantage in hun onderzoek. En als we dat dan meenemen in hoe we hier naar kijken, dan zou je dus ook kunnen zeggen dat eigenlijk een heel groot gedeelte van de ongelijkheid ook gebaseerd is op wat er in deze periode is gebeurd. Daarom wilde ik die brug maken, want wat ik denk dat Arthur bedoelt, met alle respect, want dit onderzoek, ik zeg het nog een keer, het is heel goed uitgevoerd en ook heel goed onderzocht, dat onderwerp. Maar het gaat om economie, om geld en om cijfertjes. Maar je hebt ook zoiets als menselijk leed, die doorzinkt tot de dag van vandaag. Dat durf ik hier hardop te stellen. En die berekening is waarschijnlijk niet, hebben jullie niet mee kunnen nemen. En wat ik denk, hè, en je mag me corrigeren, Arthur, dat stukje moet nog. En Arthur was benieuwd van hoe gaan we daar voor in het vervolg mee om. En Manu, omdat jij het over doorwerkingen naar het heden van het verleden hebt gedaan, heb ik die bal dus bij jou. Ja, ja, zeker. Alleen mijn reactie was wel op wat het onderzoek is. Het onderzoek geeft heel duidelijk aan dat het gaat over productie. En dat het gaat niet over mensenhandel. Dat hebben ze ook zelf aangegeven. Dus mijn reactie, ook over de kernperiferie, gaat over de productie. Het gaat niet over de mensenhandel. Daarnaast is het zo dat als je kijkt naar wat wij dan in Amerikaans-Engels Black Studies noemen, dan denk ik dat emancipatie en academisch onderzoek altijd aan elkaar verbonden zijn op het moment dat je de nazaten van de slavernij centraal stelt in je onderzoek. Maar goed, dat is een andere discussie. Maar dat sluit dan weer aan op wat jij net zegt, denk ik. Reactie van jullie? Ja, eigenlijk het dilemma dat Arthur schetst, dat voelde ik zelf ook heel erg in het onderzoek. En ik denk dat dat ook voor Ulbe zal gelden. Kwame Dimako, die heeft al een hele tijd geleden een keer een artikel geschreven over de over merkwaardige componenten in het Nederlandse slavernijdebat. En een ervan, die hij noemt, is waarom wordt voor het Nederlandse debat eigenlijk slavernij pas interessant als je kan berekenen hoeveel eraan is verdiend. Want slavernij is toch intrinsiek verkeerd. En dat klopt natuurlijk. En tegelijkertijd denk ik dat er een soort van sprake was van vlek op vlek, want die economische component was steeds centraal ten koste van de andere componenten, en dat is denk ik een probleem. Maar vervolgens was het antwoord op die economische vraag altijd, stel het niet zoveel voor. Hè? En daarmee werd eigenlijk vervolgens die hele geschiedenis opzij geschoven en werd ook heel vaak de weg afgesneden voor serieus onderzoek naar die andere componenten van slavernij. De racialiserende aspecten van sociale controle in het slavernijsysteem. Hoe dat doorwerkt in soort van koloniale verhoudingen enzovoort. Werd afgesneden met een soort van gemakzuchtig. We weten allemaal, slavernij is heel erg. Maar de Nederlandse betrokkenheid was toch eigenlijk maar heel beperkt. En dus voelden we een soort van verantwoordelijkheid, juist omdat we zagen dat dat verhaal over die verantwoordelijkheid was heel beperkt, dat dat op zulke zwakke argumentatie gebouwd was, om daar dan maar te beginnen. Dat wil niet zeggen, en dat, Ulbe haalde dat net ook al aan, hè, we vallen natuurlijk in een context waar er ontzettend veel meer onderzoek naar slavernij wordt gedaan. Wij doen zelf allebei heel veel meer onderzoek naar de organisatie van de plantage, de rol van geweld daarin. Ik heb zelf een artikel geschreven over de rol van geracialiseerde sociale controle in het Nederlands bestuur in Paramaribo. Al dat soort componenten interesseren ons diep. Maar er is een zelfstandige vraag over die economische kant die denk ik belangrijk was om daarnaast te beantwoorden. Nancy, vanuit Mapping Slavery maken jullie ook de slavernij zichtbaar en de rol die het heeft gespeeld. Kan je ons daarin meenemen, iets daarover vertellen? Want ook jij laat zien wat het economisch betekent, ook voor Amsterdam. En misschien is het toch ook wel leuk om
één reactie te geven. Want ik denk, ik kijk ook heel erg naar het maatschappelijk belang van het werk. En ik denk dat ook wel gezegd mag worden dat hun werk ook mede is geïnspireerd door het werk van activisten. En ik denk dat we dat ook even moeten neerzetten. Ja. Hè? Dus dat hoe belangrijk het werk van activisten is die echt enorm bezig zijn met meer ruimte creëren in het maatschappelijk debat hiervoor. Waardoor we ook weer getriggerd worden om... als onderzoekers om dat op te pikken en die lans. En ten tweede denk ik dat we het nog heel weinig inderdaad... Pepijn, je hebt het eigenlijk al gezegd... maar we hebben het nog heel weinig over cijfers gehad als we het over slavernij hebben. Dus ik denk dat we een nieuwe fase ingaan dankzij dit onderzoek. En de fase, daar waren we denk ik ook wel een beetje klaar voor. Dus daar ben ik ook heel blij. Dat is het tweede, denk ik, belangrijke maatschappelijke belang wat ik hier zie. Ja, in ons eigen werk, ik ben denk ik 10 jaar geleden ongeveer begonnen met me wat actiever te bemoeien met die slavernijgeschiedenis. Dat heb ik eerst heel lokaal gedaan in de stad Utrecht, wat totaal niet geassocieerd wordt met slavernij. En... een aantal jaar later, in 2013, ben ik met een aantal collega's, Dien Kondius, historicus aan de VU en anderen, zijn we begonnen met het Mapping Slavery. En dat is een publieksgeschiedenisproject, zou je kunnen zeggen, waarbij historici binnen en buiten academia, dus ook mensen die gewoon op eigen kracht zeg maar onderzoek doen, en erfgoedspecialisten en dergelijke zijn we eigenlijk die geschiedenis gaan mappen. En letterlijk in een tijd in een plaats gaan plaatsen. Omdat het voor heel veel Nederlanders natuurlijk een ver van mijn bedshow is. We hebben eigenlijk de hele 20e eeuw zo'n beetje geleerd dat slavernij op school, leerden we dat. Dat slavernij iets Amerikaans was, geen Nederlands probleem. We koppelden het niet aan Nederlandse geschiedenis. Dus zeker mensen van mijn generatie nog hebben dat ver van mijn bedshow gevoel ook heel erg. Dus dat wilden we eigenlijk doorbreken door heel concreet allerlei plekken in Nederlandse steden aan te wijzen. Nou, hier is een verhaal te vinden wat daarover gaat. Dus dat kunnen je buren zijn geweest, heel concreet. En het kan in jouw eigen familiegeschiedenis zitten. Dus zo zijn we aan de gang gegaan. We hebben eigenlijk een database samengesteld van verschillende verhalen. Dat ook in Amsterdam gaan doen. In 2014 hebben we een gids uitgebracht over de stad Amsterdam. 117 locaties in de stad gemapt, zeg maar. En daar zijn we mee doorgegaan. Er zijn allerlei digitale kaarten gemaakt. Die kun je nu vinden bedoel je toch? Ja, dat is een hele speciale kaart. Dat zal ik zo even vertellen. Dus we hebben allerlei digitale kaarten gemaakt, maar ook fysieke kaarten. En daar ook steeds lemma's bij geschreven. Het derde boek hebben we een paar maanden geleden uitgebracht. 100 locaties door heel Nederland heen. Wat we hier zien, vorige week hadden we ook een wat specifieker reparations debat. Wat kan dit onderzoek nou voor bodem leggen onder een maatschappelijke discussie over reparations in relatie tot slavernij? En toen hebben we ook even naar deze kaart gekeken. Wat je hier ziet is natuurlijk de grachtengordel en zo'n 80 locaties waar mensen hebben gewoond die gecompenseerd zijn voor het verlies van hun eigendom. Dus het verlies van tot slaafgemaakte die zij in eigendom hadden en die ze verloren in 1863. En per tot slaafgemaakte uit Suriname kregen ze 300 gulden en uit Curaçao 200 gulden. Dus in sommige gevallen, als jij 300 slaven had, dan was dat kassa. En dat was ook een van de redenen waarom überhaupt Nederland eindelijk klaar was ook voor slavernij. Er werden een paar voorwaarden onderhandeld. Een van daarvan, die eigenaren moeten dus ook gecompenseerd worden. En de ironie is ook dat mensen uit die eigenaren dus gecompenseerd zijn met geld uit Indië, uit de kolonie Indië. Dus hier zie je ook weer dat de colonial empire at work was op een hele dynamische manier. En aan elkaar verklonken is, heel erg verbonden is. Die andere kaart die je ziet, dus dat is alleen maar Amsterdam. Maar die andere kaart laat zien waar door heel Nederland heen mensen zijn gecompenseerd in 1863 voor het verlies van hun tot slaaf gemaakte. En als ik naar de onderzoekers kijk, hebben jullie dit meegenomen? Hebben jullie een gesprek gehad hierover met Nancy?
En net heb je dit aangeleverd aan de onderzoekers. Nou, maar dit is op basis van materiaal wat ook ten Hove heeft gedaan. Dit is informatie die al bestaat. Waar wij allemaal toegang toe hebben. En wij hebben daar een andere vertaling bij gemaakt. En wij houden van kaarten maken om het te visualiseren. En jullie hebben het becijferd. Dus je ik doet begrijp ook, hem, maar ik heb nog steeds geen antwoord op mijn vraag. Nou, ik kan er een antwoord op geven. Natuurlijk anders kan ik me voorstellen dat stel als mijn voorouder zou ik zo naar Carré lopen en zeggen hier met mijn geld. Bij wijze van spreken. Dus hebben jullie dit meegenomen in jullie onderzoek? Laat ik het zo formuleren. We hebben als onderzoek drie verschillende dingen hebben bestudeerd. We zijn naar het hele lokale niveau gegaan. En dat was dus de Middelburgse Commerciecompagnie in Zeeland. Wat betekent dit nu op het hele lokale vlak? Voor de bakker, voor de scheepsbouwer, voor de wijnhandelaar. Je neemt het. Dus dat is één aspect. En natuurlijk kom je op het lokale vlak. Zie je dat daar heel wat gebeurt. En je ziet natuurlijk in Amsterdam heel wat gebeurt. En wat ik nou zo interessant vind van wat Nancy noemt, is dat waar je ook woont in Nederland, als je denkt dat jouw plaats niets te maken heeft met Nederland en met de slavenhandel, forget it, het is zo. Het heeft wat te maken met de slavernij. Dus 10 jaar geleden of 12 jaar geleden is een soortgelijke programma geweest van de BBC. Van als je denkt dat jouw plaats niks te maken heeft met de slavernij, forget it, think again. En ik denk dat dat een heel belangrijk aspect is. Ik denk dat het perfect complementair is aan wat Pepijn en ik hebben gedaan en wat wij met ons onderzoeksproject hebben gedaan. Arthur. Ik heb een vraag en dat is echt geen kritiek. Althans, misschien kan je het wel uitleggen als kritiek. Maar het gaat erom dat ik me afvraag hoe jullie de koppeling naar het maatschappelijke relevantie zien. Dat die er is, dat weten we. Maar hoe gaan we dat doen? Waarom stel ik die vraag? Omdat ik vind de wetenschap uitermate belangrijk om de discussie over wat ik noem de verzoening over de geschiedenis tot stand te brengen. Eigenlijk een veel meer aangewezen weg dan voor mij de politiek of nou ja, misschien moeten de kunstenaars en de wetenschappers ons dichter bij elkaar brengen en meer inzicht verschaffen in wat ons, denk ik, bindt. Maar wat ik constateer is dat zwarte wetenschappers in mijn ogen, in mijn beperkte kennis die ik heb, geprobeerd hebben ook om aandacht te vragen. En ik wil de discussie niet bagatelliseren over cijfers. Ik vind cijfers heel belangrijk. Maar als ik hoor dat de eerste, of toch wel de belangrijkste discussie met professor Emmer plaatsvindt, dan bekruipt bij mij het gevoel, waar zijn al die zwarte en onderzoekers, schrijvers, mensen, wit en zwart, die gewerkt hebben om dat in dat activistische model deze discussie tot een bepaalde hoogte te brengen. Dus de vraag voor mij, want ik ben heel eerlijk met u en ik hoop dat ik kan zeggen, ik ben niet zo geïnteresseerd in de discussie met professor Emmer. We weten wat hij heeft betoogd. Ik als zwarte Nederlander wil weten nu hoe wij deze informatie, dit baanbrekende onderzoek, tot ons kunnen nemen in de poging, om waarvan ik uitga dat jullie ook denken, een bepaalde andere mindset te creëren over hoe relevant dit onderzoek is, ook voor zwarte mensen. Dus ik ben op zoek. En wie stel je die vraag? Aan de onderzoekers? Naar onderzoekers, we reageren toch op het onderzoek. Ja. Maar ik heb niet een specifiek hoor. Ik zie jullie als een twee-eenheid. Als het mag. Maar het gaat er. Misschien zijn er verschillen, maar die weet ik niet. Nee, maar het gaat me ook niet om de persoon. Het gaat mij echt hier over als we zeggen dat dit maatschappelijk relevant is. Als we willen dat die discussie verder gaat. Als het in de lijn van de traditie van activisten staan die inderdaad de aandacht en het voorwerk hebben gedaan. Als wetenschap een bijdrage wil leveren, dan moet ik tools krijgen, moet ik namen, mechanismen of in ieder geval een visie horen van hoe we dit dan tot een andere inzicht kan leiden in de maatschappij. Ulde. Ja, nou, ik denk dat de wetenschappelijke discussie zeker niet ophoudt met dit onderzoek. Wat ik wel kan zeggen is, we hebben natuurlijk gedaan waar wij dachten dat we goed in waren. Namelijk dit economisch-historische onderzoek. En ik denk als je de discussie verder wilt voeren, en ik denk dat die
verder moet worden gevoerd, en ik denk ook dat er heel veel mensen mee bezig zijn al om die discussie verder te voeren, dat je dan ook hele andere en veel meer disciplines moet gaan inbrengen. Dus ik denk dat je dan ook veel meer wetenschappers, ook andere wetenschappers, in de discussie moet gaan betrekken. Dus ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. Ik ben het er geheel mee eens. Pepijn en ik hebben ons natuurlijk af en toe heel erg zitten ergeren aan het feit dat de pers meteen naar professor Emmer toe loopt om zijn commentaar te vragen. Ik denk dat er heel veel andere commentaren mogelijk zijn in de samenleving die minstens zo interessant en minstens zo belangrijk zijn. En dan druk ik me nog eufemistisch uit waarschijnlijk. Dus het is inderdaad misschien een gezamenlijke opgave om het discours in Nederland, de conversatie in de pers, in de publieke media, ook te gaan veranderen, te gaan verleggen. En ik hoop dat we daar een klein stootje toe gegeven hebben. En als ik zie hoe de NRC geschreven heeft over Cathy Cotty afgelopen week, nou, daar was ik eigenlijk wel blij om dat te zien op twee pagina's in de krant. En als we dat kunnen vasthouden de komende jaren, dan kunnen we misschien vooruitgang boeken. Mag ik je een persoonlijke vraag stellen? Wanneer ben je gaan ergeren toen je publiceerde en je zag de reactie die kwam? Of heb je je altijd geërgerd aan het feit dat die discussie op die manier gevoerd wordt in Nederland? Ik kom uit een ander gebied. Hè. Ik hou me vooral bezig met de suiker, met Zuidoost-Azië. Dus ik was een betrekkelijk nieuwkomer in dit terrein. Dus Pepijn had me al een beetje voorbereid op wat er zou komen. En ik kon het niet geloven. Ik kon het echt niet geloven dat een collega zich op deze manier uit en dat hij deze dingen debiteert. Ik heb de Pepijn kan bevestigen, ik kon het absoluut niet geloven. Mag je niet klinken? Nu zijn we dus al heel lang met Emmer bezig. Hè? Misschien let's move on. En ik kan je garanderen dat ik mij inderdaad al jarenlang ergerde. Ja, lang voordat dit onderzoek begon. Maar ik wil nog iets anders zeggen ook. En dat is ook een ergernis, en dat is helemaal hoe dat debat in Nederland is vormgegeven. En dat is die tegenstelling soort van, je hebt de activisten van buiten en dan heb je witte wetenschappers. Maar de eerste persoon die economisch proefschrift over... veel eerder. De eerste die een economisch proefschrift hier in Nederland schreef, was Humphrey Lamur. Eind jaren 70, begin jaren 80, over de plantage Vossenburg. En hij was bij de presentatie van ons onderzoek, en ik sprak hem vooraf even, en hij zei, weet je wat de reactie was toen ik voor het eerst een artikel indiende bij een Nederlands tijdschrift over dit onderwerp? Was, dit is een marginaal onderwerp, daar zijn we niet in geïnteresseerd. En dus werd het gepubliceerd in een Amerikaans tijdschrift, maar hij kreeg het er niet door in Nederland. Dus voor de helderheid, en wij claimen wat dat betreft ook zeker niet dat we de eerste zijn die zich hiermee bezighouden. Er is jarenlang zijn mensen, hebben een poging gedaan om dat andere verhaal in het Nederlands debat te krijgen. Binnen en buiten de wetenschap. En dat is steeds op een muur gestoten. En ik denk dat ergens op de een of andere manier, nu is de tijd er rijp voor. Ik geef even aan het woord en dan kom ik bij jou. Want aan de hand van deze discussie, Nancy, zou ik jou willen vragen. Zo heb ik zo meteen een vraag voor jou. Ik heb iets dat aansluit waar ik me soms aan erger. Is dat mensen zeggen van, ja, er is in één keer zoveel aandacht voor het slavernijverleden. En alsof het uit de lucht komt vallen. En dan wil ik toch daar iets aan toevoegen. En dat slaat ook aan bij deze discussie. We hadden het er ook van tevoren al over. In de jaren 30 is het eigenlijk al begonnen. Er zijn sociale bewegingen geweest. Uit de Afro-Surinaamse gemeenschap. De Antilliaanse gemeenschap. Die hebben dit bevochten. Er is een hele beweging voor geweest. We hebben het Center for Race and Ethnic Studies gehad aan de UvA met Chris Mollert. En Kwame Numako, Philomena Asset, Sophie Dela, Beryl Beekman. Het heeft geleid tot het slavernijmonument en tot het NINSE. En nu kom ik dus bij het NINSE. En die zou eigenlijk een hele centrale rol hierin moeten nemen. Het is het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis. En als je het dan over een holistische blik hebt, zoals ik al eerder zei, en je koppelt academisch onderzoek met emancipatie, dan vind ik dat het NINSE nu eigenlijk een veel sterkere rol zou moeten nemen. Maar goed, ze hebben geen financiering. Dus dit is wel een issue. En ik vind dat het wel opgelost moet worden. Daarmee zeg ik niet dat er geen ander onderzoek aan andere kanten wordt gedaan. Ik vind wat de heren hebben gedaan hartstikke goed. Dus het is niet om andere mensen uit te sluiten, maar het gaat er wel om, als je het breder wil trekken, moet dat mee. Ja, dus jij pleit voor meer onderzoek en meer... Vanuit het NINSE, ja. En financiering. Nancy, ik kom nu bij jou. Want ik heb natuurlijk naar beide heren zitten luisteren. En ook jullie hebben aangegeven, het
dat je je geërgerd hebt, dat je hebt je heel erg verbaasd. En ik zit weer vanuit mijn eigen zwarte achtergrond verbaasd te luisteren dat jullie daarover verbaasd zijn. Dus dan kom ik weer bij jou, Nancy. Want jij hebt dit allemaal zichtbaar gemaakt. Ik kan me zo voorstellen dat je... Of jullie. Maar ik kan me zo voorstellen dat je best veel reacties hebt gekregen. Wat waren de reacties? En wat was het impact van dit op deze manier zichtbaar maken? Reacties. Even kijken. Nou, ik ben nog niet met de dood bedreigd, dus dat valt mee. Ik heb eigenlijk best wel veel positieve reacties, nieuwsgierige reacties. Op Twitter zeker de anonieme twitteraars, die zeggen dan vooral... Hoezo mijn slavernij? Het gaat helemaal niet over mij. Niet mijn familie. Not about me. Ga jezelf maar eerst eens schamen over. En dan raak ik helemaal in de war van wat hier bedoeld wordt. En een andere reactie is denk ik ook... dat was alleen de elite. Dat is ook een veelgehoorde reactie. We hebben zelf... dat is wat ik nu hoor. 2 jaar geleden hoorden een aantal andere dingen. Een van de dingen was... toen was slavernij heel normaal. Nederland is toch altijd een wit land geweest. Slavernij is transatlantisch. En dachten, nou, daar gaan we dan maar meteen een videoserietje van maken. Dus we hebben 5... korte video's gemaakt waarin we door het land trekken, 7 steden... en waar we dus steeds een vraag oppakken en die proberen te debunken. Dus ja, wat we proberen te doen is eigenlijk toch ook een soort vorm van popular education. Hè? Dus we luisteren ook wel naar de reacties van mensen. Dus we hebben bijvoorbeeld ook een 5-delige podcastserie gemaakt waarin we wat uitgebreider ingaan. Maar wat we ook merken is dat heel veel mensen het niet van huis uit hebben meegekregen. Dat het niet in de familie wordt doorgegeven. En dat kinderen dus soms, of kleinkinderen van, omdat ze een naam zien. Zoals Ellen Rose Campbell bijvoorbeeld begonnen van te zien van, hey, wacht even, er zijn mensen gecompenseerd die wonen op de gracht ergens in Amsterdam en die hadden mijn voorouders in eigendom, wait a minute. En die ging toen een heel zoektocht houden, die is toe geëindigd om het gesprek aan te gaan met de nazaten van de slaveneigenaar van haar voorouders. Dus er gebeurt van alles. Veel mensen worden dus ook wel geïnspireerd door wat er gebeurt. Ik zie het als een van die elementen die ook een dialoog versterkt. Dus ook taal geeft, gemeenschappelijke taal geeft. Want je ziet natuurlijk toch een enorme gat aan basiskennis ook. Hè? Puur over dit onderwerp. Puur basiskennis. Dus waar hebben we het dan over? Nou, dat proberen we mede inzichtelijk te maken door het werk wat we hier doen. Dank. Arthur. Nou, misschien kort. Ik wilde toch nog even wel terugkomen op Curaçao en Afrika. En dat zeg ik omdat ik vind dat dit nogmaals een baanbrekend onderzoek is. En ik zeg, de titel zou je natuurlijk, of het onderzoek zou natuurlijk ook meteen van toepassing zijn. Slavernij en de Curaçaose economie, of de Surinaamse economie, of de West-Afrikaanse economie. Ik vind al die titels, denk ik, ik weet niet hoeveel onderzoekers nu in spe zijn, maar ik denk dat dat echt heel relevant is. Tegelijkertijd denk ik dat we wel moeten beseffen dat een onderzoek als deze in een Nederlandse context een totaal andere uitwerking heeft in een Curaçaose context of in een Afrikaanse context. Want we zitten daar nog echt met, geloof ik, de voelbare erfenis. En ik heb daar dus nu nog een beetje een vraag. Ik weet niet of dat ik bij jullie moet beleggen of niet, maar ik vind, als we het over maatschappelijke relevantie hebben, dan moeten we natuurlijk ook kijken van welke vragen we wanneer en hoe we die stellen en met wie we die stellen. Dus met wie en hoe gaan we deze vragen nu verder uitwerken? Daarom blijf ik wel bij jullie, omdat ik denk dat jullie absoluut nu belangrijk zijn om de toon en ook de toekomst van dit debat in de goede richting te duwen. Ik geloof namelijk niet in een lineair of vanzelfsprekende continuïteit van de discussie.
Maar ik zou, en ik heb het in het vorige gesprek gezegd, je meteen willen dat dit op Curaçao zal worden besproken. Omdat ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat dat wezenlijk meegenomen wordt ook in. Dus dan ga je volgens mij kijken naar wie zijn de spelers, voor wie doen we dit en hoe gaan we dan die hele discussie over de productiemechanismen ook bespreken. Want ik kan me niet voorstellen dat er niet, jullie hebben, we hebben het filmpje niet gezien, maar ik geloof graag dat daar hele deskundige mensen op gereageerd hebben. Maar wat ik, mijn ervaring uit de Afrikaanse, ik heb een totaal andere visie en ook ervaring gezien van slavernij in West-Afrika. En zo ook op Curaçao, waar gedeeltelijk ontkenning is, waar gedeeltelijk omarming is, waar nog een enorm debat en ook pijn woedt. Maar ik geloof wel dat het meegenomen moet worden in dit soort onderzoeken. Maar dat is een hartekreet, sorry. Ik heb eigenlijk nog 1 minuutje wil ik snoepen, want ik vind het namelijk een belangrijk punt wat Arthur hier aanhaakt. En het is natuurlijk niet alleen maar Curaçao, het is ook Sint Maarten, Saba, Sint-Eustatius, dus het hele Koninkrijk. Dus wacht even, Jurent. Dat eigenlijk wat ik vroeg was multidisciplinair, waar Afrikaanse, Curaçaose en Nederlandse wetenschappers verder werken aan dit onderzoek. Gaat het komen? Ja. 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 Ga doen. Ja. Heel, heel belangrijk. Ja. En absoluut, hebben jullie daar financiën voor? In de wetenschap werkt het altijd zo dat je, als je iets afgerond hebt, dan moet je weer aanvragen indienen. Nee, dat weet ik. Daarom vraag ik het ook. Dus dat nu in mijn zak? Nee. Nee, maar nee, denk nee, ik nee, dat nee. Het er gaat komen? Ja. Ja, ja, dat denk je wel. Ja, ja. Nee, waarom ik het vraag is omdat je vaak ziet, als je weer onderzoek doet, dan moet je dat bekostigen via ZonNW of whatever. Ja. Maar iets kan zoveel commotie opleveren dat na 2020 misschien men zegt, nu is, we hebben genoeg gedaan nu. Daarom stel ik die vraag. Nee, daar maak ik me echt geen zorgen over. Ik denk inderdaad dat ze met goede vragen aankomen, het goed uitwerken en met heel veel verschillende groepen en wetenschappers daaraan trekken, dan heb ik, daar ben ik daar wel optimistisch over dat we daar ook geld voor gaat komen. Ja, ja. Dat kunnen we wel, ja, dat durf ik wel te zeggen. Ja. En in die periode, als jullie dat gaan doen, jullie hebben Arthur Kibbelaar gehoord, maar ook Nancy. Dat betekent dat hier ook 2 kenners aan tafel zitten. Ja. Die meegenomen zouden kunnen worden qua interview. Ja. Mogen ze dat doen? Mogen ze jullie benaderen daarvoor? Dus daarom zitten we hier. Maar Nancy en ik spreken elkaar bijna wekelijks. Dus dat, maar. Ik zit hier niet daar. Om als wetenschapper, ik ben geen wetenschapper, maar het gaat mij echt om betrekken van andere perspectieven. En nogmaals, onderzoekers die in mijn ogen al ook bezig zijn. En hoe krijgen we dat bij elkaar? Daar ging het mij om. Ja. Dank. Ik wil nu naar de zaal. Omdat ik de zaal ook kans wil geven om 1 verhelderende vragen te stellen en ook inhoudelijke vragen aan de hand van het debat. Ik wil met jullie afspreken dat jullie kort jullie vragen stellen en als jullie een betoog willen houden, 2 zinnen. Wie kan ik het woord geven? Ik zie hier iemand. Hallo, mijn naam is Soumadi Bandamutommel. Ik heb niet zozeer een vraag als wel een opmerking. En dat is dat de scheiding tussen de landbouw en de activiteiten als gevolg van de slavernij niet zo duidelijk te maken is. Want wat blijkt nou? In 1600 en in het begin van de 17e eeuw zag Amsterdam dat het meer landbouwgrond nodig had. Toen heeft men de Beemster drooggemalen. En dat heeft met 49 molens gedaan. En die zijn gefinancierd uit de voorcompagnieën van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Dus dat is geld uit de koloniën. Dus die scheiding is gewoon niet te maken. Dus dat wou ik even zeggen. Helemaal mee eens. Reactie? Volgens mij zijn ze helemaal mee eens. Ja, was helder. Ja. Ze zijn met u eens. Ja. Nog meer vragen? Ik kom even bij u. Ik kom even hier en dan kom ik bij u. Nee, 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 nee. Ik hou hem zelf vast. Ik ken dit. Nee, ik ben Leonard Malaver. Ik ben ontwikkelingseconoom. En ik vraag me af, binnen de onderzoek die ze hebben gedaan, ik ben gemerkt in 2 dingen. En de cobertura van wat is transatlantisch
want alle Latijns-Amerikaanse landen en alle Amerikanen hebben mee te maken met die onderwerp. Ja? En de tweede is, bajo de cijfer die ze hebben onderzoek gedaan, dat kan die zeggen dat die was de kosten van onderontwikkelen van Afrika. En wat gebleven voor de mensen die was betrokken binnen de landen die waar ze hebben gemigreerd. U heeft het over Zuid-Amerika. Ja. En Afrika. En uw vraag is, is dat meegenomen in het onderzoek? Ja. Ja. Ik noemde al Saint-Domingue. Ik liet die kaart zien waarop ook Brazilië zichtbaar was. Ik zei ook Nederland was een knooppunt in Noordwest-Europa. Wat betreft, ja, prachtig, daar komt hij tevoorschijn. En dan zien we daar, in de Caribische Zee zien we daar een rood puntje. Dat is Saint-Domingue. Dat was in de loop van de 18e eeuw de grootste producent van suiker in dat gebied. En we zien daar wel helemaal... Beneden zien we daar Recife liggen op Brazilië. Dat is dat rode vlekje daar. Een flinke rode vlek. Dus dit is, en dat is denk ik ook het nieuwe van het onderzoek dat we hebben onderkend. Die enorme verwevenheid van verschillende delen van de wereld in deze handel, in deze verwerking van goederen en ook de slavenhandel. En dat Nederland daar een heel belangrijk knooppunt was. En dan kom ik even ook terug op het punt van Mano. Dit onderzoek is ook gevoed vanuit het idee van een globale geschiedenis, vanuit het centrum en de periferie. Vandaar we het ook hebben over goederenketens. En dat was iets wat tot nog toe in de Nederlandse historiografie eigenlijk helemaal niet benadrukt werd, ook niet tevoorschijn kwam. Waardoor we steeds weer terugvielen in die discussie, ja, het gaat over de slavenhandel. Nee, de slavenhandel is gewoon de recrutering van deze arbeid. Dat is maar een klein onderdeel ervan. Het gaat om die hele goederenketen. Dus uw antwoord op uw vraag is, jazeker, dat hebben we meegenomen, maar we hebben natuurlijk vanuit een Nederlandse lens hebben we dit hele verhaal benaderd. Ik hou de microfoon vast wel, maar je mag je vraag stellen. Mijn naam is Alex Jessica, 20 jaar ICT-student. Ik heb een vraag. Ik heb me alleen op één ding gefocust en dat was namelijk suiker, tabak en koffie. Heel veel mensen zijn er verslaafd aan. Ik ook trouwens aan heel veel marsrepen. En tabak ook. Maar wat ik juist zelf heel interessant vind, is eigenlijk van, zouden we dat niet in een geheel boycotten? Moeten we dat gewoon niet supporten, omdat er een heel groot koloniaal verleden achter zit? Is dat een manier om dat te gaan doen? Want... En je bedoelt nu de producten zoals suiker en cacao is op boycotten. Volgens mij ga je de hele wereld om je heen krijgen, maar goed. Is dat een idee? Nou, ja, laat ik even op terugkomen op een ander punt. Namelijk, het is wel beweerd van, ja, dit was de 18e eeuw en toen was slavernij geaccepteerd. Ik wil dan, en een heel aantal van u zal weten dat dat gebeurd is, dat aan het einde van de 18e, het begin van de 19e eeuw, er toen ook mensen waren die geprotesteerd hebben tegen de slavernij en gezegd hebben, wij willen niet langer de suiker consumeren die door slaven is geproduceerd. In Engeland heeft men dat gezegd en toen is men suiker uit Brits-Indië gaan consumeren. Dus met andere woorden, het bewustzijn van dat dit besmette producten waren, dat bestond al in de 18e eeuw. Dus als dat een antwoord is, dan... Je gaat toch een boek schrijven over suiker? Ik wilde al bij u komen, maar ik vind het van belang om zometeen ook de directeur van Nienzee het woord te geven. Yes, dus ik wil iedereen vragen om heel kort de vraag te stellen. I'll ask my question in English. My name is Jarkal Muli. And it's just for a general question. I haven't read the report, and I will. So there was talk about the percentages in the economy, and there was a little attempt to bring it to the interpersonal, intermenselijke. But my question is more like, because now you just mentioned something about world system, and I thought of Wallerstein, and then I thought of Marx and ideology, et cetera, et cetera.
So in hoeverre of how far would you go into some kind of more metapolitical analysis of the whole complex or assemblage? And okay, this is a bit not new agey, but in terms of karma, you know, how much is all this still hanging around us in a sort of Walter Benjamin sense? I wouldn't call it karma. Let's call it a doorwerking van de hele slavernij. Right. Ja, kijk, karma kan ik niet zoveel over zeggen. Maar wel dat we het heel duidelijk natuurlijk op een systemische manier hebben benaderd. Dit soort nationale rekeningen dwingt je eigenlijk om elke handelstroom heel erg gefragmenteerd en apart van elkaar te zien. En dan wordt het een soort van optelsom. Maar die optelsom die vertelt je eigenlijk pas iets interessants op het moment dat je ziet hoe dat samenhangt in een hele economie. En ik denk dat ook dat als het gaat om de doorwerking, er wordt er toch heel vaak gediscussieerd op een puur individueel niveau. En dat is ook belangrijk. Het is belangrijk om jezelf de vraag te stellen. Wat zit er in mijn familiegeschiedenis? Maar ergens stellen wij de vraag, denk ik, vanuit een hele andere hoek. Namelijk, hoe was slavernij vormend voor Nederland, voor een maatschappij waarin wij leven. En dat is toch net een iets andere type vraag. En haalt ook een beetje dat element van, ja, wat heb ik ermee te maken? Want toevallig mijn achternaam zag ik niet op die lijst terug. Haalt dat element er ook uit, want het gaat ons allemaal aan. Want het is een onderdeel, een essentieel onderdeel. Niet het enige onderdeel, maar een essentieel onderdeel van de vorming van de maatschappij waarin we vandaag leven. Ja. Hier heb ik nog een vraag. Mijn naam is Regela Spoor. Ik ben sociaal-psychiatrisch verpleegkundige bij Justitie en Veiligheid. Ik heb vorige week ook de bijeenkomst bijgewoond, waarin er het een en ander gezegd is over zorg en samenleving door Glenn Helberg. Wat ik volledig ook achtersta en ook al jarenlang met ideeën rondloop dat daarin ook iets meer onderzoek zou moeten komen in wat de gevolgen zijn van toen en hoe dat doorleeft naar nu. Want ik kom dat dagelijks tegen. Dat is één ding wat ik wilde zeggen. En een ander ding wat ik wilde zeggen is dat ik toch de suggestie heb, net bij die vraag die Julienne stelde, over vervolgonderzoek en of daar geld voor is. Ja, ik heb zelf een beetje het idee van, er is eigenlijk nooit ergens geld voor. Maar als je kijkt naar het onrecht wat deze groepen mensen aangedaan is en wat nog steeds doorwerkt, bijvoorbeeld dat AOW-gat wat we maar niet gedicht krijgen, dan denk ik dat we dat geld niet moeten op zitten wachten. Dat moeten we afdwingen. Daar hebben we recht op. Dat is iets wat ik Wil iemand? Nee, maar ik loop al over mijn tijd en ik wil nog andere drie mensen een kans geven. Wil iemand daar snel op reageren vanuit de panel? Ja, Manu? Ja, niet met mijn eigen argument, maar met een argument van de eerste directeur van het NINSE, dat was Glenn Willemsen. En Dr. Kwame Nimarko, die hebben een boek geschreven in 2011. En een van de conclusies van hun boek was dat de slavernij weliswaar juridisch is afgeschaft, maar dat de emancipatie die daarbij had moeten plaatsvinden nooit is voltooid. En ik denk dat dat perfect aansluit bij uw vraag. Goed, dank. Ik zit op hete kolen, want mij wordt hier gezegd dat ik een beetje over de tijd ga. Ik wil nog drie mensen, Erwin en u. En ik zag Glenn zijn hand ook opsteken. De kans geven om een vraag te stellen, maar ik wil één zin, één vraag. Nee? Ja. In verband met de laatste vraag. Ik werk heel veel met de Highlander Folk School, Critical Race Theory in Amerika. Het is Martin Luther King, Rosa Parks. Zijn jullie klaar als wetenschappers die verantwoordelijk te krijgen voor richting 40 acres in a mule? Omdat die cijfers en die nieuw gebloeid met al die groeperings met Black Archives en Black Lives Matter. Er is nou een kans, maar wij moeten wel allemaal samen staan. En uw vraag is? Mijn vraag is, ik heb die rapport gelezen. Buiten de science world, it's almost not legible. Can you translate it into social language? Dat de Jip en Janneke
can also read it. That's what she's trying to say. Gaan jullie dat doen? Nou ja, we hebben heel erg ons best gedaan natuurlijk, heel erg erover nagedacht, om na te denken hoe zorg je dat een vertaling goed gebeurt naar de samenleving. En precies het soort van voorbeelden als de Rotterdamse haven, waarvan ik denk dat die echt ook heel erg is opgepikt. En je moet op een bepaalde manier zichtbaar maken wat betekent dit dan? En daar hebben we heel erg over nagedacht. Daarnaast geldt natuurlijk ook wel een beetje, ja, schoenmaker, hou je bij je leest. Ik pretendeer niet dat wij alles in dit hele veld kunnen doen. Gelukkig hoeft dat ook niet. Want is het juist veel beter als in een soort van collectief optrekken is, waarin inderdaad interdisciplinair heel veel verschillende mensen zich mengen. En wetenschap en buitenwetenschap. Waarbij jullie het onderwijs wel zouden kunnen ondersteunen. Absoluut. Met de nieuwe inzichten die jullie nu hebben. Absoluut. Want daar zou ik voor pleiten. Dat doen we ook. Erwin. Ja, twee korte vragen. Ik ben benieuwd of nog zichtbaar te maken is de 5% in de huidige economie. Mm-hmm. Is het nog zichtbaar te maken, hè, waar dus die 5% in de huidige economie precies zit? En de tweede vraag is, kijk, na afschaffing van de slavernij is er nooit serieus wetenschappelijk onderzoek geweest over de impact van dat verleden. Ik vraag me af of je dat ook zou kunnen, een economisch model erop zou kunnen loslaten om te weten hoeveel het zou moeten kosten om te werken aan de verwerking van dat verleden. Aan de onderzoeker stel je die vraag. Wie? Ja, zal ik? De eerste vraag moet ik een teleurstellend antwoord op geven. 5% in 1770, kan je zien waar dat nu zit? En als economisch historicus moet ik zeggen, nee, dat kan niet zo simpel. Want elke geldstroom, ik bedoel, als jij 20 jaar geleden 100 gulden op je bankrekening had, dan kan je nu niet meer precies aanwijzen waar zit die 100 gulden dan. Het is altijd vermengd in een groter totaal. Er zijn pogingen gedaan om dit door te rekenen. Zunder die doet dat. Hè. Dat is een heel ander soort van vakgebied dan wat ik doe. Daar kan ik ook heel moeilijk over oordelen. Hè. Dus wat wij kunnen doen is heel goed in kaart brengen hoe dat zit op dat specifieke moment. En ik weet zeker dat er allerlei economen zijn die ideeën hebben over het doorrekenen daarvan. Dus, helaas, maar ik kan ook niet meer beweren dan wat ik heb, zeg maar. Ja. Dank u. Nog één vraag. Glenn, je hebt me beloofd. 1 zin heb je gezegd. Nee, ik zei kort. Kort, oké. Okay. Kort is voor mij dan 2 zinnen, want ik ken je. Onderhandelen. Luister, kort. Hou mijn hand maar vast. Ja. Kort. 1, ik vind het wel belangrijk dat jullie over Emmer hebben. Want Emmer vormde het geweten in dit land, het witte geweten in dit land. Zelfs in mijn achterhoofd zat het toen Emmer dat zei en het hakte erin. Dus het feit dat we nu zeggen, Emmer komt met een argument en we kunnen dat ontkrachten, vind ik belangrijk. Maar nu komt mijn vraag en dat is, worden jullie misschien geframed als nigger lovers, waardoor jullie verhaal op een gegeven moment ook verzwakt wordt? Ja. Dat wil ik even weten. Of dat jullie moeten oppassen om niet als nigger lovers gezien te worden. Ja, goede vraag. Worden jullie als nigger lovers gezien? Ik hou in ieder geval met mezelf. Zullen we het N-woord niet meer gebruiken, jongens? Nee. Laten we daarmee beginnen. Nee, ik denk dat wat we van het begin af aan voor ogen hebben gehouden is dat het een onafhankelijk onderzoek moet zijn dat in de breedte gedragen wordt door de academische historische wereld in Nederland. Dus met 3 verschillende partners. Leiden, de VU en het IISG. Dat we geprobeerd hebben ook een breed draagvlak te vinden voor het onderzoek. En daar was ook de expert meeting voor. En met breed bedoel ik in alle opzichten. Dus ook vertegenwoordigers van Afro-Surinaamse organisaties, of Afro-Caribische organisaties hier in Nederland. Dat is ook heel belangrijk. En ik denk, maak me daar op dit moment eigenlijk niet zo vreselijk zorgen over. Ook als ik zie wat de reactie is van de krant. Het enige wat ik al eerder gezegd heb, is dat ik van harte hoop dat we nu een wat bredere discussie krijgen. En niet, het is de heer Emmer die vindt iets, en dan komen dan wat jonge historici die daar tegenop komen. Ja. Daar moeten we nu echt vanaf. Ik denk dat we nu een heel andere discussie moeten gaan voeren. Waar veel meer dimensies aan de orde komen, dat hebben we vanavond gezien. Ook heel veel dimensies waar Pepijn en ik niet competent zijn om daarover te oordelen. Laten we dat gewoon even ook heel duidelijk vaststellen. En ik kijk echt uit naar die discussie.
Ik ook. Nancy, nog even 10 seconden. 10 seconden. Dan ga ik jou, Arthur, ik ga je op het einde, want dan komt nog een tweede setting. Ga ik jou een kans geven. Ik wil alleen de hoop uitspreken voor een concreet vervolgonderzoek. Dat we hier ook gaan kijken naar slavernij in de Indische Oceaan. Want als we het over het Nederlands slavernijverleden hebben, moeten we ook naar die kant kijken. Dat komt zo meteen. Arthur, jij nog 1 minuutje. 30 seconden. Nee, ik wou eigenlijk ook een lans breken nog voor internationaal, maar ook Europees onderzoek. Wat ik nu zie is dat ook in Frankrijk, daar heb ik wat meer gezien, ook zeer een, ja, ik noem het toch even de zwarte diaspora, maar dat kan ook wetenschappelijk heel erg nu vragen leven over, zeg maar, de goederenketen waar jullie het nu over hebben. En ik zou dus geïnteresseerd zijn niet alleen in de Nederlandse, maar zeer ook in hoe andere Europese mogendheden, koloniale, ex-koloniale mogendheden, ook wat, want daar kunnen we denk ik ook heel veel van leren. En de verwevenheid inderdaad, want als we zeggen dat het in Rotterdam was, en als we zeggen dat het voormalig, of het Haiti van toen ook een bijdrage heeft geleverd, dan is voor mij die verwevenheid heel erg belangrijk. En ook echt een vraag die we nader moeten onderzoeken. Dus dat was mijn verzoek. Dank. Ik wil even een applaus voor de panel, want we gaan over naar de volgende lichting. Nancy, Arthur en Mano, heel erg dank voor jullie inbreng. We komen op het einde weer terug bij jullie. Ik ga nu naar de tweede deel. En daarvoor roep ik naar voren, ik moet even spieken, Linda Lemmen. Linda is antropoloog. Onafhankelijke onderzoeker, filmmaker en voorzitter van Historie Bersama. En Linda gaat even een column oplezen in verband met een korte reflectie. Met alle pers wat jullie de afgelopen tijd hebben gehad. Linda. Yes. Ja, hoi. Als ik als kind vroeger door onze familiealbums bladerde, kwam ik vaak deze foto tegen. Het zijn mijn vader en ik op Curaçao voor een huisje voor tot slaafgemaakten. Ik weet nog dat ik vaak dacht, waarom hebben we deze foto gemaakt? In mijn beleving maakt je foto's van leuke momenten en leuke plekken. Ik geloof niet dat ik op dat moment heel veel afwist van wat zich daar allemaal heeft afgespeeld, maar leuk leek het me niet. Eenmaal wat ouder kon ik me beter voorstellen waarom deze foto ooit is gemaakt. Ik begreep inmiddels dat de slavernij ver achter ons ligt, waardoor mijn vader daar in alle vrijheid met zijn dochter rond kon lopen en dat dat een moment is om vast te leggen. Hier kom ik nog op terug. Eerst naar vorige week dinsdag. Eindelijk is er methodologisch onderzoek gedaan naar de impact van slavernij op de Nederlandse economie. De kranten staan er vol mee. Er wordt uitgebreid verslag gedaan van hoe belangrijk het is dat er eindelijk naar is gekeken. En wat blijkt? De impact was veel groter dan we dachten. Kortom, als Nederland erkennen we de omvang van de slavernij en bekennen daarmee, ik zeg het voorzichtig, wellicht indirect ook schuld. In ieder geval steken we hand in eigen boezem. Dat mogen duidelijk zijn. Waarom voelt dit dan toch niet zo? Nou, omdat er ondertussen iets heel anders gebeurt. Sure, er wordt steeds benadrukt dat de impact toch wel heel erg groot was, maar eigenlijk blijft vooral die 5% hangen. Ondanks de vergelijking met bijvoorbeeld de Rotterdamse haven klinkt 5% toch niet als heel veel. Dus over een tijdje, als de rest van de informatie uit de artikelen weer is weggezakt en iemand zegt Nederland heeft zijn welvaart te danken aan de overzeese uitbuiting, kan er worden gezegd het was maar 5%. Nou, we hebben het al eerder gehoord vanavond, heel vaak eerder. Inderdaad, historicus en slavernijdeskundige Piet Emmer zegt letterlijk 95% had er dus niks mee te maken. Ik zou zeggen, die 95% is de kurk waarop de Nederlandse economie in 1770 drijft en niet die 5%. Wat ik de media kwalijk neem, is dat er geen context wordt geschetst. Of toch wel? De volgende dag plaatst NRC namelijk een column van hoogleraar Europese studies Paul Scheffer, waarin hij ons uitlegt: ook in moslimlanden was het bezit van medemensen gangbaar. Zijn column kopt dan ook: de slavernij is niet alleen een zwart-wit verhaal. Beste meneer Scheffer, waarom zou je in een land waar een institutioneel racisme en neocolonialisme aan de orde van de dag zijn, naar andere verwijzen? Naar andere wijzen, sorry. Vervolgens vraagt hij zich ook nog af:
Waarom is de morele omwenteling die tot afschaffing van de slavernij heeft geleid in de westerse wereld begonnen? En waarom is er in de Arabische wereld tot nog toe veel minder sprake van bewustwording? Wat ik me afvraag is, hoe kan het dat deze man de ruimte krijgt? De context die namelijk niet wordt benoemd is dat in dit onderzoek slavernij in de Oost niet is meegenomen. Hoewel ook in wat nu Indonesië is, nog tot in het tweede gedeelte van de 19e eeuw sprake was van slavernij. Iets waar je als gemiddelde lezer van mainstream media waarschijnlijk niet van bewust bent. En daarbij, hoe zit het met de inkomsten uit de kolonies na de afschaffing van de slavernij? Een middag in de koloniale archieven leert al gauw dat zo'n 90% van het archiefmateriaal over Nederland-Indië gaat en slechts 10% over de Atlantische kolonies. Het is wellicht, hopelijk, overbodig om vanavond te benoemen, maar ik doe het toch even. De Nederlandse kolonisatie was geen handel, ook niet in Nederlands-Indië. Er was geen sprake van onderhandelen met uiteindelijk gelijk oversteken. En als je het slim speelde, misschien een voordeeltje hier of daar. Nee, het was bezetten met als doel het toe-eigenen van waardevolle grondstoffen. Zelfs bij het ronde tafelgesprek in 1949, dat uiteindelijk tot de soevereiniteitsoverdracht leidde, dwong Nederland Indonesië 4,5 miljard gulden te betalen. Dit waren schulden die het koloniale regime voor de oorlog had opgebouwd. Nederland dus. Dus even voor de duidelijkheid. Nederland bezet 400 jaar lang een archipel, rooft doorlopend letterlijk scheepsladingen aan handelswaar en eist vervolgens doodleuk dat de voorheen gekoloniseerde de opgebouwde schulden overnemen. En vergis je niet, ondanks deze schulden heeft Nederland destijds ruimschoots winst gemaakt in Nederlands-Indië. In 2018 kwam er een rapport uit van Alec Gordon, waarin hij zijn berekening van koloniale winsten tussen 1878 en 1941 in Nederlands-Indië presenteert. Zijn schatting is dat het om 200 miljard dollar gaat. Dollars van nu, zeg maar. De 200 jaar durende VOC-periode die hier aan vooraf ging, is daar dus nog niet eens in meegenomen. Het niet meenemen van dit gebied en de koloniale inkomsten na de afschaffing van de slavernij beïnvloedt de eindrekening dus aanzienlijk. Als media heb je de ethische verantwoordelijkheid dit te benoemen. Want als je als leek ze af en toe even door je NOS, nu.nl of NRC-app scrolt en verder geen achtergrondartikelen leest, bedenk je niet dat de Atlantische slavernij niet over de gehele slavernij gaat. Zeker niet als in de mainstream media de termen Atlantische slavernij en de slavernij structureel door elkaar heen worden gebruikt. Het punt dat ik wil maken is dat door de aandacht te vestigen op een klein gedeelte van de grotere context en steeds te benoemen dat we het met z'n allen toch wel verschrikkelijk vinden, het onjuiste beeld van Nederland als reflectief en schuldbewust in stand wordt gehouden. Ondertussen bestaat dit discours in een land waarin studenten met een niet-westerse achternaam moeilijk aan stages komen, de gevestigde orde overwegend wit is en er nog steeds discussies gevoerd moeten worden over etnisch profileren. Voor zover Nederland schuld erkent, is dat maar voor een klein gedeelte. Dat maakt het nogal makkelijk. Toch is niet alleen de media hier alleen verantwoordelijk voor. Ook in het rapport van Pepijn en Ulbe wordt er niet duidelijk genoeg onderscheid gemaakt tussen Atlantische slavernij en de gehele slavernij. Ik citeer: door onze resultaten te relateren aan eerdere schattingen van het Nederlandse BBP in deze periode, verkrijgen we een beter beeld van het economische gewicht dat de op slavernij gebaseerde inkomens representeerde. Zo staan er meer voorbeelden in het rapport. Dit is op zijn minst verwarrend. Wel wordt er in een voetnoot vermeld dat, ik citeer weer, de Verenigde Oost-Indische Compagnie lange tijd de belangrijkste Europese macht in de regio van de Indische Oceaan was en zich veelvuldig bezighield met zowel slavenhandel als plantage, tussen haakjes, slavernij. Maar in diezelfde voetnoot staat ook dat er niet op de Oost ingegaan wordt omdat de kennis daarover nog zeer mager is en het onderzoek zich richt op de Atlantische slavernij. Pepijn en Ulbe, het spijt me, maar het is te ingewikkeld, volstaat niet. Zeker niet wanneer je niet door de hele tekst heen extra duidelijk bent in het gebruik van het begrip slavernij. In een land waar nog steeds door voornamelijk universitair geschoolde witte mannen wordt bepaald hoe er gedacht moet worden over de koloniale geschiedenis, vind ik dat ook de wetenschap een ethische verantwoordelijkheid heeft in het duidelijk maken van de context. En ik begrijp dat de Oost niet binnen de kaders van jullie onderzoek viel, maar dan klopt er iets niet in de opzet.
Namelijk, voor een compleet beeld zou niet de slavernij, maar de kolonisatie het uitgangspunt moeten zijn. Terug naar de foto. Ik heb inmiddels niet meer de illusie dat ons slavernijverleden ver achter ons ligt. Nog steeds is Curaçao genoodzaakt Nederlandse paternalistische bemoeienis te dulden... omdat er in 2010 afspraken zijn gemaakt waarin in ruil voor het kwijtschelden van schulden financieel beheer en toezicht daarop is afgedwongen. Wacht even. Je zou denken dat Nederland een flinke morele schuld heeft opgebouwd. Maar toch weten we het zo te draaien dat juist Curaçao bij Nederland in het krijt staat. Waar ik nog wel in geloof is dat de mensen om wie dit debat daadwerkelijk gaat steeds meer ruimte krijgen in het publieke debat. Hopelijk lukt het ook om dit af te dwingen in de academische wereld. In 2020 worden er 2 onderzoeken gepubliceerd naar de koloniale geschiedenis van Rotterdam. Ik zou zeggen, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dankjewel, Linda. Dankjewel. Ik zou het fijn vinden als je even plaatsneemt bij de panel. En dan wil ik de onderzoekers weer even naar voren halen. En ook Michael van Zijl van de Grauwe Eeuw. Michael heeft me net verteld dat hij net terug van de vakantie is. Hij is op vakantie. Oh, hij is nog op vakantie. Dus hij is toch even gekomen. En de Grauwe Eeuw doet onderzoek naar de impact van kolonialisme. Mag ik daar even op inhaken? Onze stichting doet onderzoek en onze stichting is Majority Perspective. De Grauwe Eeuw is ons activistische gedeelte. Goed, dus jullie hebben 2 stichtingen. Een activistische stichting, dat is die Grauwe Eeuw. Nee, dat is gewoon een actiegroep. Dus een activistencollectief. Ja, dus dat is Grauwe Eeuw, toch? Dat is Grauwe Eeuw. En jullie hebben een andere stichting. En dat is een speciale stichting en die doet onder andere onderzoek naar kolonialisme. Goed, helder. Ja. Michael, als je dit zo hoort, hè? Kan je ons uitleggen hoe het eruit zou zien qua cijfers, denk jij? Als wij ook de kosten vanuit het voormalig Nederlands-Indië zouden meenemen. Ja, ik denk dat het bedrag stukken hoger gaat liggen. Ik denk ook dat het veel lastiger te onderzoeken is. Omdat, zoals aangegeven werd, er wordt alleen op slavernij gekeken. Maar slavernij en kolonialisme kun je niet apart zien. En al helemaal niet in Nederlands-Indië. Waar de VOC ophield en Nederland schulden en bezittingen overnam, heeft koning Willem I de Nederlandse handelmaatschappij opgezet. Die met het cultuurstelsel onder andere, dat was gewoon mensen dwingen om een groot deel van hun oogsten af te staan. Je hebt daar bijvoorbeeld in de bilitonmijnen, daar werden Chinese mijnwerkers aan opium verslaafd gemaakt. En door die verslaving klaagden ze niet om hun erbarmelijke omstandigheden. Die mensen zijn vele duizenden zijn hier gewoon gestorven. Dat valt allemaal niet onder slavernij, maar het is gewoon slavernij. En dan heb je nog de Njai, dus dat zijn eigenlijk onze oermoeders. Tot slaaf gemaakte vrouwen die door Nederlandse witte mannen verkracht werden. Waaruit een hele nieuwe bevolkingsgroep ontstaan is, de Indo-Europeanen. Waar ook weer een hele hoop voordelen voor Nederland uitkwamen. Doordat ze die konden inzetten als vertegenwoordigers, dat soort dingen. Dus ik zou niet weten hoe het cijfer eruit ziet. Maar ja, het gaat. Het zal wel veel stukken hoger zijn, dat is wat je zegt. Ja, dan heb ik het meer dan een paar keer. Ja, zeker. Ja. Dan kijk ik even naar de onderzoekers. Want Linda hield net een vlammend betoog. Ik heb ook een beetje de kranten zitten volgen. En ik denk, daar gaan we weer met wat Erwin zo netjes zo mooi noemt, dat witte verlegenheid. Of dat, ja, zeg maar het ongemak waarbij wat dit land dan voelt. En dan gaan we het heel snel wegpoetsen. Als je Linda zo hoort. Ik zou graag een reactie van jullie willen hebben. Eerst op het verhaal van Linda. Ja, ik denk dat het hele goede punten zijn.
Ik denk wel, kijk, we weten natuurlijk al heel lang wat het cultuurstelsel, dus het stelsel van gedwongen arbeid dat ingevoerd is op jaar van 1830 door Johannes van den Bos, wat dat heeft opgeleverd, dat getal is bekend, dat is 800 miljoen gulden, 800 miljoen 19e eeuwse guldens, dat weten we. We weten van Tinbergen, de Nobelprijswinnaar, dat de Nederlandse economie voor 10% afhankelijk was van Nederlands-Indië in 1940. Dus we hebben al veel meer getallen en veel meer informatie over wat er allemaal ten onrechte, vaak in heel, heel grote mate, ten onrechte verdiend is aan ons Nederlands-Indië, om het zo maar eens even te zeggen. Terwijl, voor wat betreft de Atlantische slavernij, daar steeds bagatellisering op bagatellisering gevolgd heeft. Dus wij vonden, wat dat betreft als historici, dat het in eerste plaats onze taak was om dat beeld eens even te redresseren. Maar, dus het is de Atlantische slavernij is geen bagatel. En daarmee wil ik niet gezegd hebben dat wij niet bewust zijn van wat het cultuurstelsel heeft opgebracht. Ik heb daar zelf nodig over gepubliceerd. Daar zijn we heel goed van op de hoogte. Dat er Indische slavernij is, dat VOC een grote slavenhaler was en dat de slavenhandel van de VOC net zo groot was als de Nederlandse Atlantische slavenhandel, is ook bekend. Daar is ook over gepubliceerd. Ik heb zelf net deze week een boek is er van de pers gerold in New York. Ik heb een berekening gemaakt van de slavernij in de Nederlands-Indische archipel. Je schrik je wezenloos als je het hoort. Het gaat echt werkelijk om honderdduizenden mensen. Natuurlijk niet allemaal onder directe verantwoordelijkheid van Nederlands gezag, want het Nederlands gezag was op heel grote delen van de archipel nauwelijks gevestigd. Maar het was er wel. En het was ook een slavernij die niet allemaal huisslavernij was. Nee, het was ook slavernij die echt bedoeld was om te produceren voor de wereldeconomie. Dan heb je het over peper, dan heb je het over parels. Dan heb je een hele aantal producten die gewillige aftrek vonden voor de hele wereld. Dus de commerciële slavernij waar Nederland bij betrokken was, is zeker niet alleen de Atlantische slavernij, is wel degelijk ook de Indiase Oceaan en de Indonesische archipel slavernij. Dus wat dat betreft, ik voel mij niet ongemakkelijk hierbij. Maar ons onderzoek was in eerste plaats bedoeld om de focus te vestigen op de Atlantische slavernij. Nou, jij reageert hier wel op. Michael, terwijl mijn vraag was, graag ook een reactie op Linda. Ik zag het wel als een reactie op mij. Ja hoor, beide. Maar, ik heb wel weer reacties terug. Als Linda even wat zegt, dan kom ik weer bij jou en dan gaan we naar Linda. Kan ik hierin praten? Ja. Fijn dat er al heel veel meer bekend is dan dit laatste onderzoek. Lijkt me goed en ik geloof ook heus wel dat jullie daarvan op de hoogte zijn, dat jullie daarmee bezighouden. Wat ik eigenlijk meer probeerde te zeggen met mijn column, waar ik graag een discussie over wil beginnen, is wat er gebeurt op het moment dat bijvoorbeeld dit onderzoek naar buiten wordt gebracht en wat dat met een leek doet. Iemand die zich eigenlijk niet interesseert in slavernij en die dat leest en die denkt, oh ja, dus slavernij en 5%. Dat is wat er blijft hangen. En ik vind dus dat zowel de media als de wetenschap daar gewoon echt een ethische verantwoordelijkheid in hebben om dat in goede banen te leiden. En ik heb niet het gevoel dat dat nu gebeurd is. Ja. Michael, en dan kom ik bij jou. Want wat jij stelt nu, Linda, is dat de media de boel ook niet goed naar buiten brengt. Is dat wat ik jou hoor zeggen? Ja, zoals ik heb dan die context aangegeven. Hè? Zo van, dit is wat er nu onderzocht is. Maar er is zoveel meer wat er naar mijn idee ook onder valt. Plus dat ik dan ook nog denk van, ja, je kunt inderdaad zeggen, oké, maar wij onderzoeken slavernij. Atlantische slavernij. Dat snap ik, dat zijn jullie kaders. Maar tegelijkertijd snap ik het ook niet. Want op het moment dat je uitgangspunt is, en niet die kolonies in het geheel, dan vertrek je vanaf een verkeerd startpunt volgens mij. En ik snap wel, je moet ergens beginnen. Je moet ergens beginnen en je kunt niet alles doen. Maar ik zie wel wat voor effect het heeft in de pers. En dus ook in niet zomaar een samenleving, maar een samenleving inderdaad die aan elkaar hangt van institutioneel racisme. Dus ik denk dat dat wel. Ja, in hoeverre hebben jullie daar rekening mee gehouden?
Mag ik? Ja. Dit zijn allemaal volgens mij heel erg belangrijke punten. Ook, dus laat ik beginnen bij die 5% en de reactie daarop. We hadden de reactie verwacht van een deel van de media die zegt, ja, 5%, ach, 5%. Dit valt natuurlijk in een heel gepolariseerd debat. Er is een deel van de Nederlandse bevolking die eigenlijk, welk cijfer je ook noemt, altijd zal zeggen, nou, zie je wel, het was niet weinig, of het was niet veel, het was lang geleden. En er is een deel dat zich hier heel duidelijk door ondersteund voelt. En dat vind ik ook ontzettend belangrijk. En dat is eigenlijk een overweldigende reactie die we hebben gehad. Het was een overweldigende reactie die we kregen bij het presenteren van het onderzoek op Kitty Kotti in het Oosterpark afgelopen maandag. Dat was voor ons ontzettend belangrijk. En daartussen is een hele grote groep in het midden. Ik heb nooit de illusie gehad dat wij met het onderzoek de kant die zich vertegenwoordigd voelt door, laten we zeggen, Piet Emmer, en 95% is er dus niet slavernij, dat we die ook maar een millimeter zouden bewegen. Ik denk dat dat simpelweg, dat je daar ook niet van uit moet gaan. Maar er is een hele grote, denk ik, groep mensen in het midden die simpelweg niet weet waar het over gaat, die simpelweg twijfelt, die verschillende verhalen hoort. En daar dachten we, oké, die zijn te bereiken met argumenten. En die proberen we te bereiken en dat proberen we zo goed mogelijk in te kleden. Nou, dan kan je een discussie hebben over, hebben we dat gedaan? Wat ik uitleg is, we hebben de poging gedaan door heel tastbaar te maken, 5% is veel. Ja? Maar het is eigenlijk een soort van economisch lekenargument om te zeggen, nou ja, sector van 5%, daar haal je je schouders over op. Dus, maar goed, als je heel graag dom wil omgaan met cijfers, dan heb je altijd de ruimte om dat te doen. En dat geldt dus voor een sectie van denk ik, het Nederlandse debat. Die willen graag dat cijfer niet begrijpen. Dat over die 5%. Maar de andere vraag is de omgang met de combinatie. En ik denk dat je hier een echt dilemma moet onderkennen. Ja, het moet allemaal tegelijk gebeuren. Het moet allemaal gebeuren. Het moet gaan over het hele koloniale verleden. Het moet gaan over de dwarsverbanden tussen de Oost en de West. En tegelijkertijd moet het ook niet gebeuren op een manier waarin dat een soort van concurrentie is tussen, voor aandacht voor verschillende soort van koloniale geschiedenissen. Ik denk dat dat een verkeerde dynamiek is die je niet zou moeten willen. En punt twee, het moet niet gebeuren op een manier die van dat hele koloniale verleden één grote brei maakt zonder verschillen. En dan hebben we een heel concreet antwoord. He, nog los over de presentatie. Ik denk Atlantisch, de slavernij staat op elke pagina. Je kan niet vervolgens op basis van dat artikel denken dat wij dachten dat het over de hele slavernij ging. Dat maken we heel duidelijk. Het hele artikel door. Maar er is, als het gaat om de specifieke berekening die we hebben uitgevoerd, dan moet je inderdaad zeggen koloniale handel. Dan kan je die berekening doortrekken. Als je dat niet doet, als je het hebt over slavernij specifiek. En ik denk dat dat een aparte discussie in Nederland is die ook gevoerd moest worden. Wat is dan slavernij bijdrage? Dat er verschillen zijn waardoor je niet simpelweg één op één met dezelfde methode kan rekenen. En daar ging dat punt over. Daar is meer onderzoek voor nodig. Waarom? De plantage is niet het allesbindende element van slavernij in de Indische Oceaan op de manier waarop het in het Atlantische gebied is. De Nederlandse eigenaar is niet op dezelfde manier de directe slavenhouder in het Atlantische gebied als in de Indische Oceaan. Want er zit heel vaak een Chinese handelaar, een lokale vorst enzovoort tussen. De handelstromen lopen niet hetzelfde. De kapitaalstromen lopen niet hetzelfde. Je moet allebei doen. Maar in één artikel kan je niet altijd alles tegelijkertijd doen. En daar wordt het artikel ook eigenlijk slechter van en niet beter. Ja. Dank. Ik wil je heel graag een kans geven, maar ik wil ook het publiek erbij betrekken. Vind je het goed als ik het even interactief doe en dan kom ik weer. Ja, ik heb toch wel hele stevige kritiek hier. Die ik eigenlijk nog, waarvoor ik hier ben om die te uiten. En waarvoor ik nog geen kans heb gehad. En dat wil ik toch heel graag. Maar ja, nou, ik vind jullie onderzoek nogal koloniaal, als ik heel eerlijk ben. Ook jullie manier hoe jullie met de kritiek omgaan. Want jullie vinden misschien dat jullie daar genoeg aan doen. Maar er is gewoon veel te weinig aandacht aan de slavernij en kolonialisme in Nederlands-Indië. Dat ten eerste. Ten tweede, jullie maken van tot slaafgemaakte, maken jullie ontmenselijke jullie door ze alleen maar arbeidsuren
als arbeidsuren te presenteren. Waar is de uitgewiste identiteiten die slavernij en kolonialisme met zich meebrengt? Waar is de intergenerationeel trauma, waar wat wij belangrijk vinden dat gefixt wordt? Maar het moet allemaal om monetaire waarde gaan. En dat is nog koloniaal, in mijn optiek. Jullie hebben geen woord gerept over American Indians in jullie rapport. Terwijl alles wat daar gebeurde is op gestolen land van American Indians gebeurd. En er wordt met geen letter over gerept. Ja, ik kan nog wel door blijven gaan, maar dan willen ook andere mensen. Dus wat jij zegt, Michael, is eigenlijk is dit onderzoek nog koloniaal. Punt. Ja, vind ik wel. Okay. Ik begrijp dat voor de wetenschap wel de manier van onderzoeken wel nieuw en zo is. Maar onderaan de streep blijft het gewoon koloniaal. We kijken nog steeds naar die mensen alsof het producten zijn of alleen maar arbeidskrachten. Ja, dat doen jullie wel met zo'n... Jullie mogen er zo op ingaan, maar ik wil graag ook uit de zaal weten wie iets zou willen vragen. Naar aanleiding van het betoog. Ik wil even iemand een kans geven die nog geen kans heeft gehad. En anders kom ik bij u. Nee? Ik wil wel een schot voor de boeg doen over het effect en de voordelen van slavernij. Maar eigenlijk van die hele koloniale onderneming van het leven zoals we nu hebben. En ik stel me eigenlijk zo voor dat de luxueuze en de makkelijke manier waarop wij hier in het Westen wonen is totaal gebaseerd op die hele koloniale onderneming. En vaak wordt het idee geleverd dat wij als Nederlanders heel hard hebben gewerkt voor wat wij hier hebben bereikt. Maar dat is niet zo. En uw vraag is? Nee, dat is een... Uw betoog. Dat is gewoon een toevoeging, omdat er iedere keer de vraag wordt gesteld. Ja, wat is nou het effect op ons menselijk leven hier? Nou, voordat de koloniale ondernemingen vanuit Europa over de hele wereld ging, was de rest van de wereld veel rijker als Europa. Nou, nu is het andersom. En dat komt allemaal door wat uit al die hele werelddelen hier naartoe gesleept is. En het effect op ons is dat wij hier fantastisch leven. Wij leven heerlijk... Uw sleutel is gevallen. Maar dat is goed. Wij leven heerlijk luxueus. We kunnen fijn een avondje met deze dingen bezighouden. We gaan zo meteen een biertje drinken. Dat zijn de gevolgen van het, volgens mij. Ik durf bijna niemand hier op te laten reageren. Want ik heb zelf de neiging om te gaan reageren. Maar dat doen we bij de borrel. Want ik verschil fundamenteel van mening met u op dit punt. Wil iemand hier wat erover zeggen? Linda, ik kijk naar jou. Eigenlijk. Ja. Ben ik wel heel benieuwd eigenlijk. Nee. Nee? Wil jij hierop ingaan? Wil ik hierop ingaan? Ja, ik ben het er wel heel erg mee eens, geloof ik. Ja, en dat volgens mij ook een beetje wat ik duidelijk probeerde te maken. Dat de structuren die we in onze samenleving hebben, dat die inderdaad daarop gestoeld zijn. En dat ja, de hele media, politiek en wetenschap zich daar ook binnen beweegt. En dat ik dat nogal problematisch vind. Maar vindt meneer dat ook problematisch? Want ik heb het niet zo begrepen. Oh. Vindt u dat problematisch? Ook toch wel. Oh. Ja, dan ben ik het met u eens. Ik dacht het juist andersom. Ik schrok aan. Daarom was ik al zo benieuwd. Ik dacht dat die meneer het andersom bedoelde. Nee. Ik begreep het zo van let's be happy together, wat we drinken, et cetera, en laat het maar voor wat het is. Ja, oké. Deze meneer hier. Ja, mijn naam is Joost de Kort en ik heb een vraag aan Linda. Ik heb begrepen dat jij ook filmmaakster bent, dus ook jouw eigen verantwoordelijkheid kunt nemen binnen de media. En ik wil toch eventjes aandacht vragen wat misschien de rol van de media wat kan relativeren. En dat is het volgende cijfer, hè, want... Er wordt nogal om 5% en zo heen gevlinderd. Toen Ruud Lubbers 12 jaar minister-president was, wist 40% van de Nederlandse bevolking nog niet uit hun hoofd welke naam de minister-president had. En Ruud Lubbers die al 12 jaar lang uit geen enkele...
enkele kolom uit geen enkele uitzending van de Nederlandse media weg te slaan. En uw vraag is? Dus eventjes aandacht voor het, relatieve belang van absolute cijfers. Je bereikt een groot deel van de mensen nooit. Maar daarom pleit ze volgens mij ook, maar Linda, je mag zo meteen vertellen. Om het. Maar die meneer geeft hier aan dat je je verantwoordelijkheid moet nemen, ervan uitgaande dat je dat kennelijk nog niet doet. Witte mensen dus moeten verantwoordelijkheid nemen, meneer. Dus ik zou graag Linda willen horen. Doe het best. Wat is jouw reactie op die meneer? Want Linda staat hier natuurlijk voor het podium, ja, ook haar betoog te houden. Ja, want u zegt inderdaad, neem je verantwoordelijkheid. Nou, vind ik een hele goede opmerking en dat wil ik ook zoveel mogelijk doen. Daarom zit ik ook hier vanavond. Ik dacht, hier bereik ik weer mensen. En ja, maar u zegt nog iets, even kijken hoor. Maar u zegt volgens mij ook eigenlijk dat het toch geen nut heeft of zo, toch? Om media te gebruiken. Om, dat je niet moet verwachten dat je onmiddellijk, net zoals Keulen en Aken, ja, op één dag gebouwd zijn. Ja. Dat je een onmiddellijk effect hebt. Nee, ja, en daarom begon ik dus ook met de foto van mijn vader en mij op Curaçao. En sloot ik daar ook weer mee af. Want ik was toen, mam, 1, denk ik? Ja, 1. Ik ben nu 35, dus die tijd zit ertussen. En ja, ik, ja, goed. Dan vraag ik me af inderdaad, wat is in de tussentijd veranderd? En ja, ik ben het wel met u eens. Ik zie dat ook niet per se super positief in. Dus dat, ja. Ik heb nog ruimte voor 1 vraag. Want ik loop weer even uit. Of we moeten wat langer blijven. Ik weet niet of dat mag van Pakhuis de Zwijger. Maar dan kunnen we nog 10 minuten langer door. Max, kan dat? Is Max er? Nee, dat kan niet. Dus ik moet. Ja, ik geef jou nog een beetje de kans. Maar ik moet. Ik heb nog geen. Ik mag niet wat langer? 5 minuten. Hi, mijn naam is Marjolein van Pagé. En ik wil even reageren op de discussie over het kader van het onderzoek. Want ik denk dat dat eigenlijk een hele relevante discussie is. Omdat, dat zie ik ook in een discussie over een ander onderzoek. Over het onderzoek naar Indonesië. Zie hetzelfde gebeuren. De mensen die kritiek hebben op de opzet van dat onderzoek zeggen, je moet eigenlijk 350 jaar kolonialisme als uitgangspunt nemen. En dan pas kan je gaan die koloniale onafhankelijkheidsoorlog van onderzoeken. En eigenlijk zie ik nu weer hetzelfde reactie. Ja, maar we kunnen natuurlijk niet alles onderzoeken. Maar het punt is volgens mij juist dat je kunt volgens mij heel goed kaderen. Je kunt altijd als onderzoeker zeggen, ik ga alleen dat onderzoeken. Maar dan nog moet je bij het begin heel en misschien doorlopend duidelijk stellen waar je het over hebt. En bijvoorbeeld ook dat je maar één bepaald iets onderzoekt. En dat moet je herhalen. En in jouw beleving is dat, komt dat in de studie niet terug? Zoals jij dat nu. Dus jij hebt dat niet teruggelezen in het onderzoek? Dat ja, ze één deel hebben gedaan? Maar In een voetnoot, toch? Ja. Nou. Onderzoekers? Nee, ik ga nu bij jou. Ik kom nu bij jou, want goed. Ik zie dat je je snor even drukt. Nee hoor, nee, absoluut niet. Nee. Wat ik heel duidelijk heb gezegd, als uitgangspunt, en dat vonden wij ook het vernieuwende van het onderzoek, was dat wij die productieketens, die goederenketens, als startpunt hebben genomen. Dat is afkomstig uit het idee van de centrum-periferie. Dat komt van 500 jaar global capitalism, kolonialisme. Dus dat is ons vertrekpunt. Vandaar dat we kijken welke verschillende facetten van de slavernij. Dus we hebben één als instituut en als onderzoekers, en Pepijn en ik zijn beide onderdeel van een grotere onderzoeksafdeling, bestuderen wij die verschillende aspecten van dat ene globale kapitalisme en hoe dat dan uitwerkt in verschillende delen van de wereld. Maar je moet als onderzoeker een focus kiezen. Je moet een vraag stellen, anders wordt het één grote brei. En volgens mij een van de problemen, ik ben zelf erg tegen het hele onderzoek geweest van de politieke acties, omdat mij onduidelijk was wat daar de vraag was. En volgens mij zitten ze daar nu diep in de problemen. We hebben gewoon één eenvoudige, tamelijk eenvoudige vraag gesteld en hebben 5 jaar over gedaan om die te beantwoorden. En dat geeft meteen aan hoe ongelooflijk lastig en zwaar en ingewikkeld wetenschap is. Maar als ik daar even op mag inhaken, want ik ben ook wetenschapper. Ik snap wat u bedoelt, ik snap ook wat jullie allebei bedoelen. Maar wil je dat het publiek en Nederlanders, autochtoon en allochtoon, mee kunnen, dan moet je dit ook kunnen vertalen in een bepaalde taal die men ook kan begrijpen. Ja. En dat betekent dat je ook moet duidelijk maken, dit stukje heb ik gedaan.
En dit stukje komt nog, of moet nog, of het is niet uitputtend, et cetera, et cetera. Ja. Heel snel. Heel snel. Ja, ik denk dat ik toch even goed na moet gaan denken over hoe ik het duidelijk kan zeggen. Want blijkbaar breng ik het niet duidelijk genoeg over. Wat ik bedoel is dat het belangrijk is om niet alleen te zeggen wat je onderzoekt, maar dat je ook zegt wat je niet onderzoekt. En dat bedoel ik met die context. En dat heel duidelijk, ja, zo, maar het maakt zo'n wezenlijk verschil voor mij in hoe het verder valt in deze maatschappij en hoe er verder mee aan de haal gegaan wordt. Dus ik vind dat niet iets om je schouders bij op te halen. Ik vind het echt heel belangrijk. En ik denk dat dat het verschil kan maken, zeg maar. Oké. Nee. Ik laat nog het laatste woord geef ik als Michael. Dat kan beloven, heel kort. Ja, ik zou langer willen doorgaan, maar ik hoor hier dat ik echt moet afronden. Ja, ik wou alleen beamen dat... Wat Linda zegt, wil ik beamen. Ook vanuit het activisme. Ik loop zelf heel vaak tegen de dingen aan dat... ik niet de slavernij op onze volken mag benoemen, kan benoemen. En dat gewoon onder een tapijt geschoven wordt, omdat andere groepen voorgaan en andere onderzoeken. En dat kunnen jullie tackelen door een introductie, door het daarin te noemen duidelijk en niet in een kleine voetnoot. Okay, dat maar, was de kritiek maar die... Ik moet hier even op reageren. Ik moet hier met eens op reageren. Want ik ben het hier zo mee eens dat een dag voor het onderzoek uitkwam en dus ook van een aantal mensen de vraag kwam hoe zit het dan met de Oost, wat overigens in ons artikel heel duidelijk benoemd werd. Ik dit punt zo belangrijk vind dat een grote Indonesische website een lang artikel van mij in het Bahasa Indonesia plaatsen over waarom we de twee slavernijgeschiedenissen met elkaar moeten verbinden, waarom we daarvoor gezamenlijk onderzoek nodig hebben tussen Indonesische, Nederlandse en Caribische onderzoekers. Maar dat is een artikel en niet... Dit is onze agenda. Wat? Ja, precies. Wacht even. Deze mevrouw hier zegt, er wordt de wetenschapper kwalijk genomen dat die volgens mij begrijpt alles de vraag moet niet, meenemen, terwijl dat vanuit onderzoek kan je dat niet doen. Nee. Dit wordt een ingewikkelde discussie, want ik snap precies wat de wetenschappers bedoelen, maar ik snap ook precies wat Linda bedoelt. Ja. Kijk, zij zijn nu toevallig de dupe, omdat wij hier zitten met elkaar. Maar ik vind dat een algemeen probleem van de wetenschap. Dat de wetenschap heel makkelijk zegt, ja, maar ja, wij zijn onderzoekers. Wij doen aan wetenschap. En dan, dat vind ik niet. Je hebt gewoon echt een maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin. Dat vinden we ook. Ja, en dat vind jij ook. Goed. Dat gezegd hebbende wil ik langzaam maar zeker gaan afsluiten. Tenzij er één prangende. Dan kijk ik ook even naar Erwin. Nee? Dan wil ik even afsluiten, want we hebben nog een muzikale intermezzo van Victor Shams. Ah, leuk. Nee, want ik ben nog niet klaar. Na die muzikale intermezzo gaan we de paneleden bedanken, et cetera, et cetera. Nee, jullie mogen blijven zitten. Jullie mogen blijven zitten. Maar dan zitten we voor de muzikanten. Dat vind ik helemaal niet... Dan draai je toch. Je blijft zitten, dan draai je zo. Goed. Voordat we gaan afsluiten, Victor. Shams. You started playing when we were looking Yes, I played when everyone was coming inside. Yeah. Exactly. Yeah. And I told you I was going to ask you this question. Why did you decide to come here and play for us for free? Because let the truth because be told. There was no money, but yeah, that's one, because I really don't play for free. But I'm very connected to my past, and the subject from tonight is about slavery. So I'll be repaid. I didn't get no money here, but I'll get the money that I'm going to be repaid is more than what I can ever get from anyone else. And I'm going to start by giving you a... This is a payment also. In about a song I'm going to play, all based also on the subject,
I'm a product. I see myself as a product of the subject that was being discussed tonight. And as a musician, an Antillean, and of African descendants of the slaves we were discussing, the slavery and the slaves we were discussing, I live as an artist with one foot in my past and one foot in my future, in the present. And the song that I'm going to sing for you, it's a song that tells about, sings about the one of what, a good moment of the past, and the future is about my history, my story. The past is African, if you might understand it if you come from West Africa, and the second part, which is in English, my story, it's in English. And the name of the song is Natri. And the name of my instrument is Ngoni. It comes from Mali. I come from St. Eustatius. But we say we never saw any saints there, so we don't say St. Eustatius, we say station. We never saw any saints, so it's just station. Dinkoro, Nililima, yeah. De beide manje van Velo. Ea, ea, oa. Hama Dinko, no, yeah. The man of Fenfelo, yeah. Oh, ah, my dinko, no, yeah. Neil in the mad dinko, yeah. Neil in the mad, yeah. De beide mannen van Velo. Ea, ea, ea. En mijn ding kon nooit. Yeah. I forgot. Yes, I really forgot. It's a part of this song that I really need you. And that's a part that says, you should never be ungrateful to anything or anyone who have meant something to you. It's in African, I'll sing it, and you, with your beautiful voices, because I have experience with my eyes, I have experienced eyes, and they can see that here, you guys can sing very well. Let's go together. Fua. Wow.
de mina. Fuaba sambanco de aleng, corale fua, mokolumba le milo. Have you got to get it? Fua. Thank you. Lord God, we see kingdom. Yes, we see kingdom come. King man and king woman who learn to one, yeah. One man want to dance internationally, while the other man will dance around the national tree. Lord God, this program, it's like a demon you see. Cause in reality, what have this one done? What have this one done for me? Now that the pain's done and we're shining in star. Man come from all them distant and far, the war. For when it's based on a fool, nothing else but self that man don't deal, judge away, no. Oh, what a mystic, what a mystical one. In this time, these African children, lately man them a pass so much laws, yeah. Ladies, intention just make I man laugh, cause it's the ancient intention, yeah. To keep my man down there. Fua ba sambang kodoleng kodole fua mugulomba le milom. Yeah, and now we go. Fua fua mugulomba le milom. Fua ba sambang kodoleng kodole fua mugulomba le milom. Yeah, fua, yeah, afua mogom, hey, yeah, 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 lomba di yaremuni, fua, yeah, oh yeah. Afua mogulumba le milom, yeah. Really? You know who should be here? Cassandra Wilson. Cassandra Wilson should have been here with you all, singing. Cassandra Wilson. She's a very, very famous jazz artist. Dankjewel. Boeken. Where can they find you if they want to book you? I'm very easy. Victor from Victor Hugo, you know, Victor. And then Sam from Samson. Victor Sams. If you just victorsams.nl, you can find me. It's my name. It's the name of my website. I also have some cards. Look my name there. Daar, Victor Sams. Boeken, mensen. There's a few posters outside. Yeah. But have you CDs? Have Do you have disc or the pots, whatever no, they have I don't nowadays? Have a CD. I'll have a CD. If you invite me next year, I'll have a CD for everyone in the building here. Next year. Boeken, thank you. Goed. Ik ga nu afsluiten. Ik had nog een korte beschouwing voor jullie, maar dat gaan we even niet echt doen. Behalve dat wat ik vanavond opgehaald heb, is in ieder geval dat het onderzoek een begin is. Maar het is nog niet uitputtend genoeg. Dus dat betekent dat er vervolg moet komen. Ook wat betreft de oostenkant. Ik heb ook gehoord dat activisme belangrijk was om een aantal dingen op de agenda te zetten. Dus ieder heeft zo zijn rol. Wat ik ook begrepen heb, is dat de context is gemist. Dat jullie hebben aangegeven wat jullie gedaan hebben. Maar wat niet is gedaan, dat is niet goed naar voren gekomen. En het laatste, wat ik ook gehoord heb, is... We hebben naar cijfers gekeken.
Maar er was ook menselijk leed. En dat is ook kapitaal. En eigenlijk zou je dat ook mee moeten nemen in de berekeningen. Verder hebben we wat mapping gezien. Ik ben nu erg nieuwsgierig naar wie bij al die huizen wonen. Dus ik ga bij jou komen, Nancy. Want ik ga, ja, bij al die huizen ga ik proberen de komende 12 maanden... al is het maar, 1 keer aan te bellen. En ik laat een kaartje achter. De groeten van Jurène. En wat ik nog heel kort wil meegeven, want ik ben zelf wetenschapper van huis uit, gepromoveerd op een ander terrein dan jullie. En ik heb die discussie in de kranten gezien en wat mij vreselijk heeft verbaasd en eigenlijk ook mij pijn in mijn hart heeft gegeven. Want wetenschappers hebben 1 ding waar ze heel erg veel waarde aan hechten. Is dat je zo veel mogelijk naar waarheid of waarheidsgetrouw probeert om onderzoek te doen. En toen ik die discussies las in de krant van onder andere die meneer Lemmer en dergelijke, dacht ik, wetenschap is niet uitgevonden om eigen ongemak van mensen op zo'n manier op papier te zetten dat je je eigen ongemak weghaalt. En voor mij, en dat heb ik niet wetenschappelijk onderzocht, maar voor mij bij het lezen van commentaar zoals die meneer Lemmer en dergelijke, denk ik, Lemmer, dan denk ik, jij bent bezig om je ongemak, en dat is een ongemak die in dit land heel erg lang al heerst. Hè, we framen onszelf hier dat we tolerant zijn en diversiteit, bla bla bla. Maar eigenlijk is dat niet de waarheid. En als wetenschappers zich gaan lenen om op die manier hun punt te maken, dan vind ik het zelf persoonlijk voor mij, is het bijna, zou je kunnen zeggen, abuse van mijn vak. Dus ik juich jullie onderzoek toe en ik hoop dat er hierna nog meer gaat komen en dat dit een begin is. En Erwin Vient als directeur van NINSE, hoop ik dat je dit gaat blijven aanzwengelen. Dat er publicaties komen, want dat heb je me beloofd. Hè, van de hele serie die je gedaan hebt. En ik hoop echt van harte dat er veel meer inzicht komt in dit land die mijn land is. En die van jou, en die van jou, en die van jou, en die van jou, en die van ons allemaal. Ik dank u. Even de bloemen. Voor de paneleden een applaus voor de onderzoekers. Een applaus voor de paneleden. Er moet mij bij jou toch iets van het hart. Dat weet het publiek natuurlijk niet. Maar hij kwam binnen en hij zei tegen mij. Ik zeg tegen hem, je moet hier gaan zitten. Of je kunt hier gaan zitten. Hij zegt tegen mij, ik ben heel gehoorzaam. Er was erbij. En toen zei ik, ik ken geen enkele man die gehoorzaam is. En toen hoorde ik, het moet elke keer eerst begin zijn. En net op het podium, toen ik zei, er is geen tijd meer. Wat heb je gedaan? Aha, ik kom terug. Wat heb je gedaan? Ik zag niks van gehoorzaamheid. Dus wie heeft gelijk gekregen? Sorry. Sorry. Oké. Dank iedereen.